Welkom. Welkom bij onze eerste sectorbijeenkomst voor 2021. Jeetje, wauw. Ik moest er even over nadenken. Wij zitten voor het eerst in een studio setting, dus wij zijn een beetje aan het wennen aan de setting. Maar ik zit hier met Letitia. We gaan vandaag het over waterstof hebben. Jullie zijn bij Leo beland. Niet iedereen kent, denk ik, de stichting Leo, het platform. Maar we zijn een platform waarbij ongeveer 30 deelnemers hebben, 30 leden. En van die 30 leden komen een aantal mensen komen eigenlijk standaard altijd. En een aantal mensen die komen nu voor het eerst misschien. Wat Leo doet is dat we de mensen bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen. En het gaat eigenlijk over het versnellen van de energietransitie, kennis uitwisselen over met elkaar. En vanuit al die perspectieven elkaar beter te begrijpen en eigenlijk daardoor het beter te kunnen oplossen samen. Dus dat is wat we doen. Ik had er 2 weken geleden nog Ed Nijpels online en die zei, waarom ken ik dat dan niet? En toen zei ik, nou misschien zijn we niet zo goed in onszelf promoten, maar we zijn er toch elke keer weer en er zijn altijd een hele hoop deelnemers. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus welkom allemaal. Wat dat betreft Leo even genoeg geïntroduceerd, denk ik. Ik zit hier met Letitia. We gaan het vandaag hebben over het thema waterstof. Daar heb ik echt heel weinig verstand van, maar Letitia gelukkig wel. Dus leuk dat je er bent. Dat je, dankjewel. Ja, dat je met ons mee wilt denken. We hebben ook natuurlijk een hoop sprekers. Die ga ik straks introduceren. Maar wat ik leuk vind is omdat we waterstof eigenlijk voor iedereen nieuw is, hebben we bedacht, dan gaan we de hele sessie aan waterstof besteden. Meestal hebben we breakout sessies of tafels. Vroeger, zeg maar tot een jaar geleden, hadden we nog tafels en zaten met elkaar om de tafel om eens de onderwerpen te verdiepen. Online maakten we daar breakout sessies van. Maar omdat dit een nieuw onderwerp was, dachten we, we gaan het even helemaal besteden aan het onderwerp waterstof. En een studiemiddag. Ja, een studiemiddagje. Ja, precies. Ja. Dus de sprekers gaan ons een hoop kennis bijbrengen over waterstof. En het programma voor vandaag is dat we Gijs Posma gevraagd hebben van EZK om iets te vertellen over waterstof vanuit het perspectief van het ministerie. Dus hoe kijkt hij daar nou tegenaan? Hoe ziet hij de ontwikkelingen voor zich? Dus die geven we zo dadelijk het woord. We hebben René Schutte van GasUnie. Die heeft ook best wel het Europees perspectief daarin meegenomen nog. Dus dat is ook wel heel leuk. Daar zit ook een... En over de infrastructuur. Wat kan je nou met die infrastructuur? De backbone. Ja. De backbone, ja, precies. En dan hebben we Monique Zweep, Stad aan het Haringvliet. Dat is natuurlijk heel erg dan weer heel down to earth bezig zijn. Hoe kan je dat nou in de praktijk uitvoeren als je een dorp of een stad wil aansluiten op waterstof? Nou, dat is natuurlijk interessant. Maar ook wel best wel spannend, kan ik me voorstellen. Dat gaan we van Monique horen. En dan hebben we even pauze. En dan hebben we Gijs Lamboy van Stedin. En gaat iets vertellen over een pilot in Uithoorn. Waarbij de slopen woningen, daar hebben ze een test gedaan met waterstof in de gasleidingen. Maar gaat het ook heel erg over hoe pak je daar het omgevingsmanagement aan? Dat is natuurlijk een van de punten waarbij we bij Leo op ons op focussen. Dus dat vond ik leuk om ook hier in de veiligheid. En dat ging ook over veiligheid. Ja, precies. Wij sluiten af met een hele hoop vragen. Die hebben we al een beetje voorbereid. Zijn helemaal klaar. Ja, ja, precies. Dat is heel mooi. Dus we hebben een hele hoop... Dus wij denken dat het een mooi programma wordt. En wat ik een beetje gek vind, is dat ik nu de deelnemers niet zie. Dat vind ik op zich wel jammer. Maar goed, we zitten hier met z'n tweeën en we kijken graag mee met de sprekers. Dan beginnen we met Gijs Posma. Dan moet ik toch even het panel aankijken of Gijs aanwezig is. Oh, we gingen met de Mentimeter. Oh, excuus. We gingen met de Mentimeter. We beginnen met de Mentimeter, ja. En Marco die start de Mentimeter op. Komt een slide in beeld waarbij we een paar vragen gaan stellen over waterstof. Op de slide staat ook welke website je kan benaderen via je telefoon of misschien via de computer. En het nummer die je in kan typen, zodat je in de Mentimeter terechtkomt. En de vragen die gaat Marco gaat die jullie doorheen leiden. Om te weten of het werkt, volgens mij is een hartje op het, onderaan het scherm. Dus als je daar op het hartje drukt, dan klopt ons hartje weer. Dan weten we dat het werkt. We vinden de techniek dat heel spannend vandaag. Ja, precies. Ja, zie je? Veel hartjes. Ja, ja, ik zie een hele hoop hartjes. Ik kijk even niet zo in de camera, omdat ik even ook naar de slide aan het kijken ben. Kijk. Marco, geef jij aan wanneer we verder kunnen?
Ja. Yes. De eerste vraag. Waaraan denk je jij als je het over waterstof nadenkt? Waar denk je dan aan? Waar denk jij aan? Ik denk aan de chemische industrie. Mm-hmm. En ik denk aan zwaar transport. En ik denk aan ammoniak. Ja, die vind ik dan wel bijzonder. Ja. Die snap ik dan even niet. Even kijken, energietransitie. Ja, dat is wel een heel goed antwoord. Ja, inderdaad. Ja. Had ik misschien mee moeten beginnen. Gas. Omdat je er te veel in zit, Letitia. Ja, dat is het. Hè? Ja. Ja. Energiedrager. Ja. Want Letitia, de waterstof is een energiedrager, is een soort batterij, toch? Het is eigenlijk geen energieleverancier, hè? Het is een drager. Het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld aardgas. Nee, precies. Nee, ja. Nee. Dus je transporteert ermee energie. Ja, ja, precies. Het is eigenlijk een opslagmedium. Kan je het ook zo zien? Je kan het ook zien als een opslagmedium. Want het is iets wat je op langere periode kan opslaan. En ook op langere afstand kan transporteren. Ja, dus dan precies. Ja. 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 En dan haal je weer energie uit. Dus je slaat er energie in op en je haalt er weer energie uit. Ja, precies. Ja, zo is het, ja. Hè? Ja. Energie zie ik vooral. Energietransitie, energiedrager. Dus dat wordt wel goed geïnterpreteerd. Mooi. Volgende vraag, Marco, of niet? Welke stof blijft er over als je waterstof verbrandt? Nou, als mensen een klein beetje scheikunde hebben gehad of... Ik heb het laten zitten in de derde, maar toch... Ja? Dan weet ik het. Kijk, dat gaat heel goed. Ja. Mooi. Hoeveel deelnemers hebben we, Marco? 90. Ah ja, mooi. Water. H2 plus O2 geeft H2O. Dus dat klopt wel. Volgens mij is het een goed antwoord, mensen. Laat je het goede antwoord zien? Ja, precies. Volgende vraag. Wat is blauwe waterstof? Om niet al het gras voor de voeten weg te maaien? Nou, zonder bril weet ik niet wat eronder zit. Geen idee, nee. Ik weet wel wat blauwe waterstof is, maar dat... Nee. Mag je dat zo toelichten? Anders ligt het eens toe, we zijn toch al een heel eind op dreef. Ja, blauwe waterstof, dat is eigenlijk een... dat kan je maken bij een... normaal maak je waterstof uit aardgas met een steam methane reforming unit. Mm-hmm. En als je daar een CCS, dus je gaat de CO2 daarvan afvangen... Ja. Dan wordt het blauwe waterstof. Ah, ja. Kijk. Ja. Dus dat... Ja. Dat is het goede antwoord. Dat is midden. Dat stond ook in het midden. Dat zit in het midden. Nou, ja, hier. Precies. Ja, heel goed. Volgende. En wat denk jij, gaat waterstof aardgas vervangen? Dus wordt de waterstof het nieuwe aardgas? Dat is een open vraag. Oh nee, dat was geen open vraag. Nee, er komen keuzevragen. Laat me zien, Marco. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen, vind je, Letitia? Je hebt mensen die denken dat, dat je aardgas... Kijk, als we moeten nadenken over een aardgasvrije wijk... of een aardgasvrije fuelmix voor onze elektriciteit... zijn er mensen die denken dat het helemaal gaat vervangen. Dat zie je ook in de stemmen. Ik denk dat het deels gaat vervangen. Ja. Oké. Okay. Ja. Want er zijn veel andere energieën... Of elektriciteit kan ook aardgas vervangen voor een groot deel. Hè? Bijvoorbeeld als je denkt aan laagtemperatuurverwarming. Dus, en ik denk dat Monique ons straks ook zal... ik heb in ieder geval een vraagje voor haar klaarstaan. Dus over verschil tussen een hybride warmtepomp of waterstof in een gebouwde omgeving. Dus, ja, interessant. Leuk. Mooi. Maar er zijn ook nee. Nee. Ja. Dankjewel. Volgens mij kunnen we deze afsluiten. Ja. Mooi. Leuk. Dan gaan we over naar de presentatie van Gijs. Gijs Posma, die gaat ons meenemen in het hele waterstofperspectief vanuit het ministerie van Economische Zaken. Ik heb Gijs gesproken alweer een tijdje geleden hoor. Maar leuk om te horen hoe Gijs aankijkt tegen waterstof. En wat zijn blik is op waterstof en
hoe het ministerie daarnaar kijkt. Dus Gijs, het zou leuk zijn als jij het woord wil nemen en mensen mee wil nemen in jouw verhaal. Dankjewel dat ik even de gelegenheid krijg om hier uiteen te zetten hoe we vanuit EZK aankijken tegen waterstof, de waterstofontwikkelingen en ook de rol van waterstof in het energiesysteem. En dat is ook gelijk het eerste waar ik mee begin. Dus als je door wilt klikken naar de eerste slide. Om gewoon eerst even het perspectief te zien van hoe ziet dat energiesysteem er vandaag uit en waar denken we ongeveer dat het heen gaat. En er is ontzettend veel aandacht voor zonnepanelen en windmolens enzovoorts. Dus er gaat ontzettend veel aandacht uit naar de elektriciteitskant van het geheel. En daardoor dreigt de andere kant van het systeem, namelijk datgene wat er uit moleculen bestaat, nogal eens in de verdrukking te komen. In ieder geval qua aandacht. Maar het eerste plaatje probeer ik aan te tonen dat als je kijkt naar de vraag, dat een groot gedeelte van de vraag op dit moment nog wordt ingevuld met aardgas, dus met gasvormige, in dit geval bron, maar ook energiedrager. Die voor een belangrijk, als je dan naar rechts in het plaatje verder kijkt, dan gaat een belangrijk gedeelte van dat aardgas verdwijnt in de energiecentrales. En dat komt dan vervolgens in het in de infrastructuur terecht van TenneT en regionale netbeheerders. En het overige gedeelte wordt ingezet gewoon als gas in de sectoren die je daar verder onder ziet. En die komen terecht in het netwerk dat op dit moment door GasUnie, in ieder geval het hoofdtransportnetwerk dat door GasUnie wordt gemanaged. En dan moet je even kijken, dat is wel leuk als je kijkt naar de capaciteit. Die van TenneT is 20 gigawatt en die van GasUnie is 350 gigawatt. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er een hele hoop gas doorheen gaat. Want als je kijkt naar primair gebruik, dan zou je dat niet verwachten. Maar er is nog een enorme hoeveelheid die Nederland doortransporteert. Voorheen datgene wat uit Groningen kwam. Tegenwoordig ook datgene wat we zelf weer importeren. Dus Nederland heeft een enorme hubfunctie als het gaat over het gebruik van gas. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Even door naar de volgende slide graag. Ja, als je kijkt, het is eigenlijk een plaatje waarin nog een keer hetzelfde, maar op iets andere manier wordt getoond. Als je kijkt naar de aanbodzijde, dan zie je ook dat aardgas daar een nog wat groter aandeel heeft in de productie. En als je kijkt ook naar import-export, een belangrijke rol voor de netto-import op dit moment. En dat zie je ook rechts, waar het aanbod van aardgas tot niet zo heel erg lang geleden vooral dreef op de productie vanuit Groningen, zie je dat de laatste jaren daar een enorme daling terecht is. Dat een enorme daling terecht is gekomen. En dat wordt opgevangen door het lijntje import. Dus daar is ontzettend veel aan de hand. Volgende slide graag. Ja, dus kennelijk is toch wel iets te zeggen voor het gebruik van moleculen of gasvormige energiedragers. En eigenlijk staat dat hier min of meer samengevat. Hoge dichtheid, dus relatief veel energie uit de massa te halen. Een ander belangrijk voordeel van gas is dat je het kan opslaan. En dat is zeker in een toekomst waarbij de beschikbaarheid en volatiliteit van de duurzame energiebronnen steeds meer een onderwerp is. Is het wel erg belangrijk om te kunnen opslaan en daarnaar believen gebruik van te kunnen maken. Los daarvan is aardgas ook nog een keer een chemische bouwsteen. En wat je eigenlijk ziet is dus dat het aandeel van aardgas op dit moment is fors. En het lijkt fors te blijven. In ieder geval van gasvormige. Want het aardgas zelf is natuurlijk niet een gewenste energiedrager voor de toekomst. En daar komen we zo meteen op. Los van het feit dat die infrastructuur die daar ligt, ja, die is natuurlijk best wel nuttig, die kan je gewoon hergebruiken. Dus waar we eigenlijk op afstevenen, ik zal zo meteen nog wat studies laten zien, is dat als je kijkt naar de verschillende scenario's, dan zou je in het toekomstige energiesysteem naast vraagreductie en elektrificatie toch nog wel een fors deel gasvormige energiedragers kunnen verwachten. Zo'n 30-50%, afhankelijk van welk scenario je pikt. Ja, daar is dan wel decarbonisatie voor nodig. En dat is dan eigenlijk ook de opgave die ik in de volgende slide heb weergegeven.
De grote hoeveelheid aardgas die we op dit moment gebruiken, daar zien we eigenlijk een paar paden aan gekoppeld voor de toekomst. Aardgas, dat gaat steeds minder worden. Er zijn eigenlijk twee alternatieven op dit moment voor de gasvormige. En dat is waterstof en groen gas, waarbij waterstof inderdaad niet meer dan een drager is, maar daarover zometeen nog wat meer. En groen gas ook nog eens een keer wel een bron betreft. En met de behulp van de grijze vlakjes hebben we geprobeerd aan te geven dat naast energiebesparing en elektrificatie ook nog duurzame warmte. Dus je ziet dat de hele mix van het toekomstige systeem verandert gewoon. Alleen, ik zoom heel even in hier nu deze presentatie op de gasvormige. En dat is groen gas, waterstof en aardgas. En voor aardgas is dan de toekomst, als je dat wil decarboniseren, dat je daar de CO2-opslag aan koppelt. Dan wil ik graag door naar de volgende slide. Om nog even te laten zien, er zijn diverse scenario's, maar de scenario's waar wij ons over het algemeen op baseren, en dat doet TenneT en GasUnie ook, is de II 3050. En dat plaatje, de twee plaatjes bovenin zijn wat lastig leesbaar, maar als je daaruit haalt wat er, laat ik zeggen, aan gasvormigen overblijft, links in het aanbod en rechts in de vraag, dan zie je die percentages, die zijn nog steeds fors. En zo komen we denk ik even op de behandeling van de verschillende paden waar we tegenaan kijken. Dus volgende slide voor het pad van aardgas. Nou, wat je ziet in dit plaatje is dat het pad van aardgas gaat over de afbouw van Groningen. Dat gaat op vrij korte termijn gestaag door. We hebben ook kleine velden, zowel op het land als op zee, onshore en offshore. Daar is de beoogde afbouw, laat ik zeggen, wat geleidelijker. Dit heeft allemaal als gevolg dat er een toename heeft plaatsgevonden en blijft plaatsvinden van import van aardgas. Dus de uitdagingen zijn hier om dit pad ook daadwerkelijk zo te laten plaatsvinden. En uiteindelijk dus helemaal onafhankelijk te geraken van aardgas. Dan wel datgene wat er nog nodig is te combineren met CO2-afvang. En in zo'n sterk veranderend veld zijn er denk ik twee belangrijke uitdagingen. Namelijk, wat gebeurt er met de leveringszekerheid? En wat doet dit met de energieafhankelijkheid? Voorheen, plat gezegd, hadden we met niemand te schaften. En tegenwoordig moet je al zorgen maken als de Russen vreemd gaan gedragen. Andere pad is het pad van groen gas. Dat is de volgende slide. Daar zie je dat dat al een tijdje gaande is, maar toch tegen een soort plafonnetje aan lijkt te schuren. Terwijl de ambities vanuit het klimaatakkoord staan op 70 petajoule in 2030. Nou, om die knik in de groei te maken is er een routekaart opgesteld. En die haakt in op de benodigde prijsdaling. Daar zijn uiteraard middelen en instrumenten voor. En wordt ook poging gedaan om beschikbaarheid van locaties en beschikbaarheid van biogrondstoffen, om daar toch iets meer vlucht aan te geven dan op dit moment het geval is. Ik ga je even snel doorheen, want uiteindelijk was het onderwerp waterstof en dat is de volgende slide. Want waterstof is dus één van de paden om onderdeel uit te maken van het toekomstige energiesysteem. Dus het antwoord ja, deels in de Mentimeter had ik ook gegeven. En als je kijkt wat we daarover hebben afgesproken in het klimaatakkoord. Dit is even hoog over wat erin staat. Er staan een paar meer dingen in. Maar het belangrijkste afdronk is dat er in 2025 ongeveer 500 megawatt aan elektrolysecapaciteit moet staan. En in 2030 3 tot 4 gigawatt. Het plaatje rechtsboven geeft eigenlijk een beetje aan hoe dat pad dan moet verlopen. Op dit moment wordt er ongeveer 170 petajoule gebruikt en opgewekt aan grijze waterstof. Dus dat is dat blauwe vlakje met CO2-uitstoot. Nou, dat moet eigenlijk gewoon terug naar nul. Dat wordt dan vervangen door deels, en zeker in het begin, de waterstof die met CO2-opslag uiteindelijk wordt gedecarboniseerd. Dat is het hele gedeelte.
En vervolgens het groene gedeelte, dat is eigenlijk het stukje waar die 500 en die 3 tot 4 mega gigawatt over gaan, is de installatie van elektrolysecapaciteit. Maar tegelijkertijd ook het optuigen van import. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over zeggen. En de productie gebeurt dus, de productie binnen Nederland gebeurt dus met elektrolyse. En het is goed te weten dat elektrolyse, daar moet wel iets in. En dat is elektriciteit. En dan bij voorkeur groene elektriciteit, want anders is de waterstof die je daarmee produceert nog steeds niet groen. Nou, ook hier is weer driftig op gestudeerd. Ik heb het plaatje rechtsonder maar even hierin opgenomen. Los van die II 3050 scenario's zijn er nog heel veel andere studies gedaan. En je ziet behoorlijke bandbreedtes, zeker als je richting 2050 gaat. Dus één ding weet je zeker, wie vandaag zegt dat hij het weet, die liegt. En het gaat altijd anders uitkomen dan we hadden bedacht. Tegelijkertijd kan je hier wel uit opmaken dat het in ieder geval ook wel een aanzienlijk deel van het toekomstige energiesysteem zal gaan uitmaken. Dit hele verhaal is opgetekend in de kabinetsvisie. Die is vorig jaar maart naar de Tweede Kamer gegaan. En vanaf dat moment is er eigenlijk gestart met het uitwerken hiervan. En overigens zijn we afgelopen zomer ingehaald met allerlei andere visies. Visies uit Duitsland en uit Frankrijk en van de Europese Commissie. Allemaal ronkende visies, waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat de Duitsers en de Fransen meteen met geld over de brug komen. Wij daar nog voor wachten op de formatie die op dit moment gaande is. En de Europese Commissie dit ook heeft aangegrepen als moment om een aantal dingen te organiseren. Onder andere om de opschaling vanuit de lidstaten ook wat gemakkelijker mogelijk te maken. Want opschaling is best lastig. Niet alleen omdat het geld vergt, maar ook omdat het geld uitgeven heel snel leidt tot problemen met staatssteunkaders die de Europese Commissie heeft. En dan wordt het tijd voor even de volgende slide, om nog even iets te zeggen over het vertrekpunt en ook de ambities op het gebied van de waterstof-economie. Ik zei in het begin al dat er we hebben een bepaalde mooie positie als waterstofhub in Noordwest-Europa. Dat is er één. Hier zie je ook wat. Namelijk die 175, is het zelfs, petajoule per jaar houdt in dat wij een van de topspelers zijn in de Europese Unie. Dus we hebben al behoorlijk veel ervaring op het gebied van het produceren van waterstof en het gebruik van waterstof. Dus daar ligt een hele mooie basis. Tegelijkertijd zie je, ik vertelde net ook even, dat waterstof wordt geproduceerd met electrolyzers. Daar moet elektriciteit in. En als je dus groene waterstof wil maken, dan moet je er ook groene elektriciteit in stoppen. Vroeg of laat kom je dan, als je echt in de serieuze volumes terechtkomt, kom je terecht op de Noordzee voor wind op zee. En het mooie is dat we hebben daar wat dat betreft, bijvoorbeeld vergelijk ons met Duitsland, een enorme gunstige ligging. Op de Noordzee is er ruimte voor meer dan 60 gigawatt aan wind op zee. We zijn op dit moment aan het studeren of we de afgesproken ambitie van 11 gigawatt voor 2030 kunnen verruimen tot iets tussen de 11 en de 20 gigawatt. Dus de potentie om groene elektriciteit te creëren vanuit wind op zee en te gebruiken voor electrolyzers, die is zeer sterk aanwezig. Dus dat geeft ook een heel mooi uitgangspositie. En dan kunnen we op de volgende slide, kan je links zien wat dat zijn van die waterstofhub, wat dat ook weer voor een, het zijn van de aardgashub, wat dat voor een kansen geeft op het gebied van waterstof. Die hele infrastructuur is in principe om te katten tot een infrastructuur die geschikt kan worden gemaakt voor import-export. Daar doen we ook een studie naar, maar daar zal René Schutte straks wat meer over vertellen. Waterstofopslag is ook belangrijk, want op het moment dat je waterstof wil gebruiken als middel om die volatiele die intermittency van elektriciteit om die op te lossen, dan heb je opslag nodig. En we hebben
zowel lege gasvelden als oude zoutcavernes, onshore en offshore voorhanden. Het zijn eigenlijk allemaal hele gunstige uitgangssituaties waar we in Nederland gebruik van willen maken. En als je ook kijkt naar de, ik zeg, hoe buitenland tegen ons aankijkt en ook de Europese Commissie, dan zie je dat ze ons toch wel als een hele serieuze speler zien. We hebben ook qua initiatieven, hè, qua projectportfolio, hebben we eigenlijk wel de meest serieuze portfolio van Noordwest-Europa op dit moment. Dus we hebben daar een hele, men kijkt verwachtingsvol, en wij zelf ook naar onszelf, naar hoe we hiermee omgaan en of we hier ook het volle rendement uit kunnen halen uit deze positie. Gijs, zou je richting een afronding kunnen gaan? Ja, ik heb nog één slide. Want de volgende vraag is natuurlijk, nou, wat doet de overheid dan? Los van wat de markt allemaal doet. Eigenlijk vier elementen in de beleidsagenda. Het eerste gaat over wet en regelgeving. Want het woord waterstof is nog niet eens genoemd in de gaswet. Dus eigenlijk is er vrijwel niets geregeld voor waterstof. Alles is nog in het commerciële domein. En deze markt vraagt echt om maatregelen op het gebied van marktordening en ook op het gebied van regelgeving. En dat raakt alles. Dat raakt over wie gaat er over de netten. Dat raakt over hoe ga je om met markeren van duurzaamheid of kwaliteitselementen enzovoort enzovoort. Dat is de ene. Het tweede, tweede onderdeel van de beleidsagenda gaat over kostreductie en opschaling. Dus dat betreft instrumentarium, wortel en stok. Wortel is gewoon subsidies en dat soort zaken. En stok kan zijn eventuele verplichtingen ten aanzien van bijmenging of dat soort zaken. Het gaat ook over randvoorwaarden. Waar ik net over had, de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit en het hergebruik van het gasnetwerk. En dat gaat ook over het faciliteren van import naast eigen productie. Dan derde onderdeel gaat over de vraagontwikkelingen. Industrie, transport, gebouwde omgeving en elektriciteitsproductie. Het is eigenlijk ook de volgorde in tijd en omvang hoe we er qua kansrijkheid tegenaan kijken. En dan vervolgens flankerend beleid. Niet te onderschatten hoeveel richting Brussel geeft aan de nationale activiteiten die wij hebben. Ik gaf net al iets aan op het gebied van staatssteun. Er zijn verschillende richtlijnen en verordeningen die op dit moment worden herzien binnen Brussel en vanuit Brussel. En die hebben allemaal impact, dus daar zitten we ook driftig op te reageren om ervoor te zorgen dat dat de goede kant uitgaat. Nou, vergelijkbare dingen gebeuren er in de regio's, maar dan andersom. Die hebben zelf heel veel initiatieven en willen die heel graag afstemmen met ons. En er is ook nog een aardige R&D&I agenda die we goed moeten ontwikkelen. En dan heb ik, hoop ik, heel snel wat verteld over hoe we tegen waterstof aankijken. Ik snap, Gijs, dat we jou een beetje onder druk hebben gezet. Maar wel heel mooi als je even zo de opbouw van je verhaal mag volgen. Wij hebben de chat proberen bij te houden. Er zitten best wat vragen in. Maar ook omdat je een beetje uit de tijd bent gelopen, hebben we even één vraag. Die jij wil omkleden en wil stellen. Ja, in de Mentimeter hadden we een vraag gesteld. En dat ging over, gaat waterstof eigenlijk aardgas vervangen? En dan kwam een vraag over, je had het over de afbouw van de productie van Gronings gas. En dat waterstof daar een mogelijke oplossing hiervoor biedt. En de vraag is van waar komt waterstof precies voor in de plaats? Gaat het alle aardgas vervangen of heb je een aantal vraagsegmenten al... Het kwam heel klein in beeld dan bij het toekomstbeeld. Een aantal segmenten waarvan je zegt van nou, hier is het echt een aangewezen oplossing voor. Nou, dat is een kleine vraag met een heel groot antwoord. Maar laat ik zo zeggen... er zijn verschillende onderdelen, bijvoorbeeld in de industrie, hè? Dus de feedstock, dat is onmiskenbaar. Als je daar van aardgas af wil, dan moet je er wel ergens anders mee komen. Daar is waterstof een belangrijke. Ook bijvoorbeeld daar waar je enorme hoge temperaturen nodig hebt, daar is waterstof ook een belangrijke oplossing. Ander voorbeeldje is in de gebouwde omgeving, die plekken waar je niet gemakkelijk met een warmtenet of met individuele oplossingen, hè, elektrificatie uit de voeten kunt, is waterstof een oplossing. Dus zo, je kan eigenlijk alle, als je het hele speelveld afpelt, maar nogmaals, daar hebben we het weinig tijd voor, zie je precies waar in de meritorde waterstof aan bod komt en waar niet. Ja? Helder. Ja, ik zag vragen die gesteld zijn ook over de gebouwde omgeving. En, ik denk dat dat straks aan de orde zal komen. Bij Monique. Ja, precies. Bij Monique. Ja.
Gijs, heel erg bedankt. Fijn dat je moeite wilde nemen om ons mee te nemen in jouw verhaal. Als het goed is, hebben we René die jou opvolgt in de presentaties. Ik heb dat nog even gecheckt bij Nathalie of dat ook gelukt is om dat om te wisselen in het programma. René, ben jij zover om je presentatie te geven? Goed, nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is René Schutte. Ik ben programmamanager waterstof bij GasUnie. En ik ben ook boardmember van Hydrogen Europe. Dat is de Europese associatie voor waterstof vanuit de industrie. En van de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking. Dat is de samenwerking tussen de Europese Commissie en Hydrogen Europe op het gebied van research en innovatie en allerlei projecten daarvoor. Even kort voor degenen die daar minder bekend mee zijn van wat is GasUnie. Wij zijn een Europees infrastructuurbedrijf en eigenaar van twee netbeheerders. De ene netbeheerder is GasUnie Transport Services, doet gastransport in Nederland. En we hebben ook GasUnie Duitsland, dat is een netbeheerder van een deel van het Duitse netwerk. Bij elkaar hebben we ongeveer 15.500 kilometer pijpleiding. Het ministerie van Financiën is de eigenaar van GasUnie. En misschien het belangrijkste is van alles wat wij aanbieden, dat doen wij non-discriminatoire en met open access. Dus dat betekent dat alle diensten die we hebben toegankelijk zijn voor iedereen onder dezelfde voorwaarden. En dat is wat we nu doen in de dienstverlening en ook de bedoeling in de toekomst uiteraard. En dan een stukje energietransitie, van waar zijn wij nou mee bezig? Naast het aardgastransport, waar veel van ons in ieder geval in Nederland ons kennen, zijn we ook al een tijd bezig met de energietransitie. En kijken we naar de toekomst en wat er in de toekomst nodig is. En wat we zelf aan het ontwikkelen zijn in de energietransitie is de stappen op een aantal vlakken. Nou, waterstof gaan we daarover hebben, dus dat is niet heel ingewikkeld. We zijn ook bezig met CO2. CO2 transport, opslag, Portos, Atos. Misschien hebben jullie wel eens van die projecten gehoord, die eigenlijk gaan om het afvangen van CO2 en vervolgens transporteren en opslaan in offshore velden. Daar zijn we nu een project ver gevorderd die ook binnen de komende jaren live moeten zijn. Wij ontwikkelen ook een warmtenetwerk, op dit moment concreet in het gebied van Rotterdam. Om restwarmte die er is, om die te benutten. Daarvoor zijn we ook aangewezen om dat te ontwikkelen, te benutten en in te zetten in verwarming van huizen. We zijn ook betrokken bij groen gas. Groen gas is eigenlijk biomassa omgezet in een soort aardgasachtige specificatie. En met groen gas is het dus opgewerkt zodat je het ook in aardgasomgevingen kunt gebruiken. Als je het als biogas hebt, dan is het niet altijd direct bruikbaar. En we kijken ook naar het hele vraagstuk van systeemintegratie. Want waar nu eigenlijk allemaal energiezeiltjes zijn met aardgas, met elektriciteit, met warmte, zullen we in de toekomst veel meer gaan naar hoe kunnen we nou optimaal zeg maar, de energievorm die we nodig hebben, of de energiedrager die we nodig hebben, ook op de plek krijgen waar we het nodig hebben. En dat betekent gewoon een groot samenwerken tussen de verschillende vormen van energiedragers die we hebben. In Europa worden doelstellingen neergezet. En dit is precies waarom zijn we nou met waterstof bezig. Waterstof is geen doel. Waterstof is een middel. En het is een middel om uiteindelijk tot reductie van CO2-uitstoot te komen. We hebben nou doelstellingen. In Nederland is dat 49% in 2030. Dat komt vanuit een Europees doel van 40%. En vrij recent in de Green Deal zijn de Europese doelen bijgesteld naar 55%. En dat betekent 55% gemiddeld over Europa. En daar moet Nederland dus nog de keuze uit maken in hoeverre dat ook impact gaat hebben op de klimaatdoelen die we zelf al hebben voor 2030, dus op die 49%. Dus het kan best zijn dat we daar nog een versnelling in moeten gaan. En hier heeft Gijs het net al even over gehad, de Hot Strategic Summer die we vorig jaar hadden, waar heel veel landen, ook in Europa, hun waterstofstrategie hebben gepland en gepresenteerd. Sommigen met funding erbij, bij anderen gaat de funding wat later komen. Dat denk ik dat Nederland daar een onderdeel van is.
Maar het is wel om aan te geven, het is niet een Nederlands onderwerp, het is een, ook niet een Europees onderwerp, het is echt een wereldonderwerp waar we mee bezig zijn. En iedereen is eigenlijk met hetzelfde vraagstuk bezig. En dat is, hoe krijgen we dit van de grond? Omdat er gezien wordt dat we naar de toekomst duurzame moleculen nodig hebben. En daar kom ik dadelijk nog heel even op terug. En dit is dan het waarom van die duurzame moleculen. Heel lang heeft, denk ik, de energietransitie in het teken gestaan van we moeten van het gas af en alles moet elektrisch worden. En ik denk dat op zichzelf elektrificeren, dat werd net ook al in een van de chats gezegd, van nou, dat is een hartstikke efficiënte manier om de energie, om juist mee te verwarmen, bijvoorbeeld met warmtepompen. Dus waarom gaan we dat niet allemaal doen? Er zijn meer toepassingen, je kunt ook elektrisch gaan kraken en raffen en rijden, dus waarom gaan we dat niet allemaal doen? En hier is dat eigenlijk geprobeerd in het beeld te vatten. Dat is het elektriciteitsgebruik, dat is nu ongeveer 20% van de totale energiemix in Nederland. In Europa is het een beetje hetzelfde, dat is een kwart, drie kwart, zeg maar. Olie is ongeveer 40% van het energieverbruik dat we hebben. En de rest, dat wordt eigenlijk ingevuld door aardgas. En niet alleen in termen van volumes, maar ook in termen van capaciteit. En dat betekent dat we eigenlijk met gas nu zorgen voor, noem het dan even de batterij aan het hele energiesysteem dat we hebben. We produceren niet altijd op het moment dat we het nodig hebben. En we hebben het soms nodig op het moment dat het niet geproduceerd wordt. En dat verschil tussen binnen de dag, over de dag, over de week, over de maand, over het jaar. En dat is dus met name die seizoenspiek en dal die je hier ziet. Dat vangen we nu op met aardgas. En in de toekomst hebben we daar dus ook groene moleculen voor nodig om dat efficiënt te kunnen gaan doen. Naast natuurlijk dat we groene moleculen nodig hebben om producten te kunnen maken, want zonder moleculen, simpel gezegd, in elektronen kun je niet kleden. Maar het hele vraagstuk van de opslag en de energieopslag, dat maakt nou ook net de discussie van de efficiëntie ingewikkeld. Omdat het zomaar vergelijken van het is efficiënter om elektriciteit in te zetten in een eindgebruik dan gas. Dat kan misschien op zichzelf wel waar zijn, maar als je naar het hele systeem kijkt, gaat het ook om dat je de energie krijgt op het moment dat je hem nodig hebt. En dat betekent dus dat als je hernieuwbare energie hebt in de zin van zon en wind, die gaan allemaal op hetzelfde moment produceren of niet produceren. Daar zit natuurlijk wel wat variatie in. Maar dat betekent ook dat als het niet produceert, het niet zo is dat je dan ook geen noodzaak meer hebt tot energie inzet. Dus je moet ook zorgen dat je de energie die je maakt, die steeds meer intermittent wordt, dat je die ook kunt opslaan voor de momenten dat je het nodig hebt. Nou, en dan kom ik altijd op het punt uit van ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Het wordt heel vaak kip-ei-probleem genoemd. Ik noem het altijd een struisvogel-ei-probleem, omdat ik denk dat het probleem groter en complexer is. En wat hebben we nodig voor waterstof? We zitten in een fase dat waterstof nog heel veel opschalingsstappen door moet om op niveau te komen dat we het grootschalig kunnen inzetten en dat we het ook tegen de goede prijs kunnen inzetten. Dus opschalen is de belangrijkste prioriteit. En om het te kunnen opschalen, bijvoorbeeld, we hebben nou een megawatt electrolyzer. Als we naar de gigawatt toe willen, dat is de omvang van een elektriciteitscentrale, zeg maar, dan heb je ook heel veel hernieuwbare energie nodig. Dus het aanleggen van specifieke windparken en zonneparken moet je daar dus voor gaan doen. Dus het is niet alleen maar het waterstofgedeelte, het is ook wat ervoor zit. En dat betekent dat het allemaal een beetje lekker op elkaar moet aansluiten. Dus je moet daar een programmatische aanpak voor hebben. En dat ga je ook niet allemaal op hetzelfde moment doen, want dat krijg je niet voor elkaar. Dus je moet ook met elkaar afstemmen van wie gaat nou waar het eerste de stappen zetten en hoe verbinden we dat met elkaar. En dan heb je dus een groot samenwerkingsspel. En dat is niet voor een onderdeel van de waardeketen. Wat je bijvoorbeeld hebt, toen we windmolens gingen neerzetten om elektriciteitscentrales in de toekomst te vervangen, is dat één onderdeel van de waardeketen. En nou juist met waterstof hebben we de hele waardeketen die hier opgezet moet worden. En natuurlijk een van de knooppunten die je daarbij krijgt, van ja, we zitten in een opschalingsstap. Dat betekent dat de technologie, die is allemaal wel, maar nog niet op het niveau en de omvang waar we het nodig hebben. Ja, dat betekent dat er in het begin gewoon heel veel geld bij moet om die opschaling mogelijk te maken en te zorgen dat als we richting 2030 zijn, dat we ook de technologieën volwassen ontwikkeld hebben
om ze ook grootschalig in te zetten en inderdaad door kunnen gaan met die CO2-besparing. Nou, dan is het wat, waar zijn wij dan bij GasUnie mee bezig? Nou, dat is net ook al even gezegd, ja, het inzet van infrastructuur. We hebben een uitgebreide gasinfrastructuur in Nederland. En die gasinfrastructuur die kan ingezet worden voor het transport van waterstof. Een deel van de infrastructuur kunnen we daarvoor vrijmaken en losmaken uit het bestaande aardgasnet. En dat is de studie waar Gijs net al even aan refereerde, Highway 27. Dat is een studie die gevolgd is uit de strategie, de waterstofstrategie van het kabinet, om onderzoek te doen of en onder welke voorwaarden het aardgasnet ingezet kan worden voor transport van waterstof. Nou, deze studie die is bijna afgerond. We zitten in de fase dat we nu het eindrapport definitief aan het maken zijn. En ik verwacht ergens eind deze maand, begin volgende maand, dat rapport gereed is en daarmee naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden. En dat daar de conclusies uitgehaald kunnen worden. En dat is misschien al een teaser vast even. Ja, het kan. En ja, het kan op een veilige manier. En ja, het is ook nog kosteneffectief om bestaande infrastructuur in te zetten ten opzichte van het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Wat we hiermee kunnen doen is de 5 industriële clusters in Nederland verbinden. Dat is nou aan 4 grote havens en in Limburg. Daarnaast hebben we natuurlijk ook verbindingen die we naar Duitsland en België kunnen maken. Ik zag net ook een vraag van ja, waarom het 5 of niet een cluster rondom Den Helder? Ja, Den Helder is wel zeker ook een plek waar wat ontwikkeld wordt, maar daar zit geen grootschalige industrie, geen grootschalige gebruiksindustrie. Maar er zit wel industrie die eventueel ook nu al bezig is om te kijken of ze waterstof kunnen gaan maken. Dit is deze week gelanceerd als update van de Europese waterstofinfrastructuur die vorig jaar al begin van het jaar of medio het jaar is geïntroduceerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa kunnen we op basis van bestaande infrastructuur een netwerk maken om alle vraag- en aanbodclusters met elkaar te verbinden. Nou, je ziet dat ontwikkelen in de komende decennia. En in 2040 kun je eigenlijk al 40.000 kilometer leiding, voor denk ik 70% bestaat uit bestaande infrastructuur, 30% is dan verbindingen die je moet maken met nieuwe infrastructuur, kun je alle vraag- en aanbodgebieden in Europa met elkaar verbinden. En dat betekent dus ook dat de plannen die de commissie bijvoorbeeld heeft om 2 keer 40 gigawatt hernieuwbare opwek met elektrolyse, met waterstof, om dat ergens aan te leggen en niet alleen eigen productie, maar ook import. Dat betekent dat je dus ook die hoeveelheden kunt krijgen op de plekken waar je het uiteindelijk wil gaan inzetten. We hebben zelf bij GasUnie een roadmap daarvoor gemaakt en ook een tijdlijn, want het inzetten van infrastructuur heeft alleen maar zin als er ook projecten zijn die vraag en aanbod ontwikkelen. En zoals jullie hier zien is dat op verschillende plekken in Nederland aan de gang. En een paar ga ik dadelijk iets kort over zeggen. En het eerste waar ik wat over wil zeggen is de leiding die we in 2018 al hebben omgebouwd in Zeeland. Die voormalige aardgastransportleiding waar nu waterstof doorheen gaat, tussen Douw en Yara. Eigenlijk is dat de eerste pilot geweest waarmee we ook hebben laten zien van ja, we kunnen dat op een veilige manier doen. Deze leiding is nu 2,5 jaar in operatie zonder enig probleem. En daar hebben we dus ook gekeken van hoe moeten we dat dan doen? Hoe moeten we nou zo'n project aanpakken als we onze bestaande infrastructuur gaan inzetten? En uiteindelijk het doel hiervan is CO2-emissie reductie. En dat is hier ook bereikt. Een pilotproject dat in 2019 live is gegaan is Highstock. En dat is eigenlijk een ecosysteem in het klein. Daar zijn we van zonnepanelen naar elektrolyse gegaan, naar opslag, nu nog bovengronds, omdat de hoeveelheden daarvoor te klein zijn om dat in de caverne te stoppen. Maar het is wel op de caverne locatie hier gedaan. En uiteindelijk het eindgebruik, zowel in mobiliteit als in chemie, waar de waterstof nu wordt ingezet. En dit hebben we dus ook als een open access faciliteit ontwikkeld, wat dus betekent dat iedereen in principe hier klant kan worden en gebruik kan maken, zeg maar, van deze assets die er staan. Een 1 megawatt schaal, de grootste in 2019 die in Europa draaide. En we moeten dus naar de gigawatt schaal toe en dat is dus 1000 keer zo groot. Nou, het plan wat al aan de gigawatt schaal komt, dat is Northedge 2.
die eigenlijk de hele waterwaardeketen in Noord-Nederland met 3 tot 4 gigawatt opwek in de Noordzee in 2030, 500 megawatt in 2025, waarbij ook vanaf de opwek tot en met de elektrolyse, tot en met het transport en de opslag en het eindgebruik, dus alle partijen die worden hier in dat consortium uitgenodigd om samen dit ecosysteem te gaan bouwen. En dat kijkt niet alleen naar Nederland, maar dat kijkt natuurlijk ook naar de verbindingen naar Duitsland. Bijvoorbeeld in het Ruhrgebied, waar heel grote gebruikssectoren zitten. Dit is een plaatje van Heaven. En dat is het eerste ecosysteem, de Hydrogen Valley in Europa. De eerste Hydrogen Valley ook in Europa. Wat ook een opbouw is, weer al die stappen van opwek tot en met eindgebruik. Die met allerlei verschillende projecten die in Noord-Nederland plaatsvinden aan elkaar gekoppeld worden. Dit is totaal een investering van ongeveer 90 miljoen. 20 miljoen subsidie van de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking gekregen. En dit moet in 2025 zijn gerealiseerd. Waarbij er dus en duurzaam opwek is en omzetting in waterstof. Transport ervan en opslag ervan en in de gebruikssectoren in Noord-Nederland en in Groningen en Drenthe met name. Zowel mobiliteit als in de chemie. En dit is het plan dat nu op tafel ligt, wat eigenlijk daar de vergroting van is. Een groot ecosysteem in Noord-Nederland. Investeringsagenda van 9 miljard. Wat in het komende decennium, of het huidige decennium moet ik zeggen, gerealiseerd gaat worden. En wat eigenlijk de volgende stap is om grootschalig waterstofontwikkeling mogelijk te maken. En samen dus ook die ontwikkelde stap door te gaan. De assets die we hebben, die zijn zowel wat de haven betreft als aanlanding van hernieuwbare energie. Als van infrastructuur, dat is allemaal aanwezig. Meer dan 50 projecten die hierbij betrokken zijn. En daar wou ik het bij laten. Super, René. Dankjewel. Mooi om even die perspectieven vanuit Europa en de Gasunie en de projecten zo bij elkaar te zien. Hartstikke mooi. Dankjewel daarvoor. Ik heb een vraag uit de chat voor jou gefilterd. En nou ben ik even de chat kwijt. Mag ik de chat nog heel even zien? Dan kan ik de vraag oplezen. Dat was de vraag van Mark Rijnveld. En dan ietsje naar beneden scrollen. Zijn er nog andere gasvormige energiedragers die dezelfde functie kunnen vervullen? René, heb jij daar een beeld bij? Ja, groen gas is natuurlijk een gasvormige energiedrager die diezelfde functie kan vervullen. En dat is eigenlijk als energiedrager. Maar het is niet alleen energiedrager, we hebben ook grondstof nodig. En waterstof is natuurlijk een basisonderdeel van heel veel materialen. Dus kan daarmee ook prima als grondstof dienen. En dat geldt niet altijd voor groen gas. Aardgas is nu bijvoorbeeld ook grondstof voor waterstof. Dus dat wordt dan nu uit aardgas gemaakt. Eigenlijk zijn er geen andere duurzame moleculen die we nu kennen, die we op grote schaal zouden kunnen gaan maken. Dus dat is wel een ingewikkelde. Biomassa is natuurlijk, heeft wat beperkingen. Niet iedereen gelooft erin dat we naar de goede schaal toe kunnen gaan. Ook omdat we niet allemaal zelf de biomassa zouden kunnen gaan ontwikkelen die we nodig zouden hebben als we echt, zeg maar, 40 miljard kuub per jaar aan groen gas willen maken, om er wat te noemen. Dus dat betekent dat er gewoon beperkingen zijn. En waterstof is de enige die we nu kennen, die in die grote omvang wel kan. En dan, andere vraag, René, als je nog wil. Je had het over de clusters en het verbinden van die industriële clusters in Nederland. Dat is volgens mij wat jullie ook steeds bedoelen met de backbone. Nou heb ik begrepen dat, kijk, de meeste blauwe waterstofprojecten, dat zijn projecten waar je eigenlijk een bestaande installatie, dat je de CO2 daarvan gaat afvangen en opslaan. Maar in principe is de gebruiker op dezelfde locatie, dus binnen dezelfde cluster. Daar verandert niet zoveel aan. En de groene waterstofprojecten, die eerste, die worden ontwikkeld, zijn ook gewoon in een soort van closed circle. Hè? Dus er is niet echt een overschot aan waterstof wat getransporteerd zou kunnen worden van de ene cluster naar de andere cluster. Hoe zie je een beetje, hoe wil je deze periode gaan overbruggen?
Ja, dat wordt vaker gedacht, maar ik denk dat dat een misperceptie is. En de crux zit hem eigenlijk in de opslag. Je hebt al vrij snel opslag nodig om, zeker bij groene waterstof, de intermittent opwek te kunnen balanceren. Voor een gigawatt wind op zee productie met elektrolyse heb je ook een caverne in opslag nodig. Dat is dus 240.000 gigawattuur aan opslag heb je nodig om één grootschalig windpark te kunnen accommoderen met waterstof. Dus het kan best zijn dat je het lokaal zou kunnen gebruiken. Alleen het in de tijd gezien matcht het moment dat je het nodig hebt en het moment dat het gemaakt wordt niet met elkaar. En daarvoor heb je dus die infrastructuur nodig, dat is één. En dat geldt ook voor een deel voor de blauwe waterstof, of misschien wel de grijze waterstof. Kijk, we zitten nu aan ongeveer, zal zijn 1600 kiloton waterstof per jaar die we gebruiken. Dat wordt inderdaad heel veel op dezelfde plek gemaakt als dat gebruikt wordt. Er zijn overigens al netwerken van Air Liquide en Air Products die een deel van het waterstof ook binnen Nederland, maar ook richting België en Frankrijk transporteren. Dus daar zie je ook al de behoefte dat het de plek om het te maken niet altijd de plek is waar je het inderdaad ook nodig hebt. En als waterstof voor een deel straks aardgas gaat vervangen, dan heb je dus ook meer nodig dan wat we nu al hebben. Dus dat betekent gewoon dat je ook efficiënte locaties moet gaan zoeken waar je dit kunt gaan maken. En bij duurzame opwek, zonne- en wind, is eigenlijk de conclusie geweest die Tennet en Gasunie hebben getrokken in de infrastructuur Outlook 2050, dat je de elektrolyse dicht bij de opwek moet zetten, want dan kun je eigenlijk zo goedkoop mogelijk gebruik maken van je infrastructuur. Het aanleggen van de pijpleiding is ongeveer een factor 20 goedkoop, 10 tot 20 goedkoper dan het aanleggen van de elektriciteitsleiding. En opslag is ongeveer een factor 1000 goedkoper. Dus je kunt 1000 keer goedkoper opslag in moleculen doen dan opslag in elektronen. Er zijn allerlei redenen waarom je die infrastructuur al vrij snel nodig hebt als we kijken naar Highway 27. En uitgaat van het klimaatakkoord 3 tot 4 gigawatt duurzame opwek in 2030. Dan heb je eigenlijk al die infrastructuur nodig om dat efficiënt te kunnen gaan doen. Oké. Dankjewel. Ja. Dankjewel René voor je toelichting en je verhaal en dat je iedereen hebt meegenomen in je visie op waterstof. Hartstikke leuk, dankjewel. Dan gaan we over naar Monique. Ja. Monique, als jij zover bent, dan kan ik jou zo dadelijk het woord geven. Ik zie dat Monique al in beeld is, dus dat is hartstikke mooi. Monique neemt ons mee in Stad aan het Haringvliet. Daar kan ze natuurlijk zelf het allerbeste over vertellen, maar Monique is daar bezig met hoe krijg ik Stad aan het Haringvliet over op duurzame, duurzaamheid. Dus er zitten meerdere projecten in, hè Monique? Dus dat kan Monique prima zelf toelichten. Maar eentje daarvan is Nel van Waterstof en dan gaat Monique ons er meenemen. Dus Monique, aan jou het woord om ons mee te nemen in jouw mooie project. Goedemiddag. Mijn naam is Monique Zweef. Ik ben directeur van de energiecoöperatie Deltawind. En dat ben ik gedurende 11 jaar. Ik heb de coöperatie die bestaat al sinds 1989, dus wij zijn al ruim 30 jaar oud. En in die tijd zijn wij groot geworden in de windenergie. Wij zijn werkzaam op het eiland Goeree-Overflakkee. Dat is het meest Zuid-Hollandse eiland. Een eiland met 50.000 inwoners, 2200 huishoudens. En wij bouwen daar sinds 1991 windmolens. En ons laatste grote project is Windpark Krammer, wat jullie rechtsboven zien. En inmiddels produceren wij voor 66.000 huishoudens energie. Dus veel meer dan het eiland alleen nodig heeft. Nou, die energie kan elders in Nederland ook prima gebruikt worden. Maar het maakte wel dat wij gingen nadenken over en hoe nu verder. Want de gemeente Goeree-Overflakkee heeft gezegd, er staan voldoende windmolens op en om ons eiland. Wij vinden het wel voldoende. We zijn oorspronkelijk opgericht voor de productie van elektriciteit en het verminderen van energieverbruik. Wij stimuleren onze leden ook in de verduurzaming.
Maar wij weten dus ook sinds kort dat we, sinds een aantal jaren, dat wij ons op andere zaken moeten gaan richten. Want als wij geen windmolens meer bouwen, dan moet onze organisatie toch op de schop. En sinds 2017 focussen we ons op innovatie. Dat betekent dat wij zoeken naar projecten waar anderen die nog niet gebruikelijk zijn in de markt. Het volleggen van zonnedaken is nog steeds heel belangrijk, maar de markt heeft dat wel opgepakt. Wij kijken juist naar projecten waar anderen nog niet aan toekomen. En daar is waterstof er één van. In 2017 hoorde ik een verhaal van Ad van Wijk. En toen dacht ik van, nou, dat is, het klinkt leuk, waterstof. Over een jaar of 10 zal dat wel belangrijk en aan de orde zijn. Tot het moment dat ik me realiseerde dat als je de chemische industrie wil verduurzamen, dan moet je het zoeken in waterstof. Dus ik dacht, waterstof is onvermijdelijk. We zullen dat in ieder geval op onze agenda moeten zetten. En toen startte de gemeente Goeree-Overflakkee een oriëntatie bij alle dorpen op het eiland. Dat zijn er 14. Welk dorp het best geschikt zou zijn om te starten met aardgasvrij. En het dorp wat daar het best voor in aanmerking kwam, was Stad aan het Haringvliet. En dat had vooral te maken met de vooruitstrevendheid van de bewoners. Stad wilde wel aan de bakken waar het betreft verduurzamen. Dus wij zijn in gesprek gegaan in Stad aan het Haringvliet. Stad is een klein dorp, 600 woningen. We zien op de kaart hoe het gelegen is. Een dorp met veel versnipperde bebouwing, veel alleenstaande bebouwing, allemaal ouds. Maar dus wel een vooruitstrevende bevolking. En in Stad hebben we eigenlijk met elkaar besproken van, en als je dan aardgasvrij wil, wat ga je dan doen? Nou, we hebben een aantal dingen geconstateerd. Hè. Wat ik net al zei, wij produceren zelf al te veel elektriciteit. Eigenlijk zou je ook om het net te ontlasten een deel van je elektriciteit willen opslaan. Dus wij zoeken naar mogelijkheden om de elektriciteit op te slaan. Stad aan het Haringvliet is een oude kern, lastig om te verduurzamen. Zeker in 2018, maar dat is nog steeds het geval, een overspannen bouwsector. Dus zelfs als je je woningen zou willen verduurzamen, dan vind je daar geen aannemer voor of je betaalt de hoofdprijs. En wij constateerden ook in gesprek met de bewoners dat zij gebaat zijn bij een stap-voor-stap aanpak. Niet in één keer alles moeten doen omdat je naar aardgasvrij wil, maar stappen zetten die passen bij de levensfase van een huishouden. En als laatste kwam ik zelf in aanraking met een partij die de waterstofwindturbine aan het realiseren is. En ik zal op het einde van mijn verhaal vertellen waarom ik dat een interessante ontwikkeling vind. Dus eigenlijk vanuit deze analyse zeiden wij tegen elkaar, wat zou het mooi zijn als je het hele dorp in één keer van aardgas naar waterstof kunt helpen en dat je langzamerhand alle bewoners kan helpen om hun woningen ook te verduurzamen. Maar die stap in ieder geval in één keer zetten. Dus dat was een plan wat wij in mei 2018 hadden. En op dat moment konden we een aanvraag doen voor het programma Aardgasvrije Wijken. Dat hebben we gedaan. We hebben in 6 weken tijd een prachtig plan in elkaar getimmerd en we werden afgewezen. Maar parallel aan de ontwikkeling in Stad aan het Haringvliet was er op Goeree-Overflakkee een waterstofconvenant in de maak. De bedoeling is dat er op Goeree-Overflakkee proefprojecten gestart worden om met waterstof aan de gang te gaan. En op dat moment, eind 2018, schoven deze twee ideeën in elkaar en zijn wij samen opgetrokken, is Stad aan het Haringvliet opgenomen in het programma H2GO. En zijn we ook razendsnel uitgegroeid tot een gigantisch project met inmiddels 70 betrokkenen. En dus in 2018 sloot de GasUnie Stedin aan. In het voorjaar van 2019 kregen de bewoners hun eigen ondersteuning. En langzaam maar zeker zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan.
waarvan de laatste een Green Deal is, wat wij samen met Hogeveen, hè, waar René net ook over sprak, hè, als andere plek in Nederland waar ook het idee is om waterstof te gaan gebruiken voor de verwarming van de woning. Dit is dus het samenwerkingsverband bestaande uit gedeeltelijk eilandinitiatieven en gedeeltelijk landelijke organisaties. Oost-West-Wonen is de lokale woningbouwvereniging. En Stad Aardgasvrij is het bewonersinitiatief. Wij als Deltawind hebben ons verbonden met Hygro, die de waterstofturbine wil gaan leveren. En Eneco, die een van hun windparken wil gaan opschalen om dat ook die waterstofturbine ook werkelijk te gaan plaatsen. De missie die binnen H2GO is opgeschreven, een deel van mijn slides komt dus uit het programma van H2GO. Maar de missie voor Stad aan het Haringvliet was het verwarmen van met waterstof, hè, cv-ketels. Werden op dat moment ontwikkeld. Dus dat lijkt in ieder geval een kansrijke weg. Waarbij we ons zeker wel realiseren dat er nog een hele hoop stappen te gaan zijn. Het gebruik van de bestaande gasinfrastructuur. Hè, ook daar hebben mijn voorgangers het al over gehad. Dat is in 2018 werd ook duidelijk dat de Kiwa daar een positieve rapportage op heeft gegeven. Vervolgens is wel de vraag wat de wettelijke bevoegdheden zijn, maar daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Aanpassingen in de woningen voor H2. Ik moet er nog even bij vertellen dat eigenlijk ons uitgangspunt ook geweest is van waterstof als aardgas. Dus wat wij proberen is een hele hoop van de zaken die op dit moment nog niet geregeld zijn, nog niet in de wetgeving zijn geregeld, te bezien als waren we het op dezelfde manier gaan doen. Dus wie is verantwoordelijk voor de productie? Nou, dat is in ons geval is dat het windpark, de samenwerkende producenten. Wie is verantwoordelijk voor het transport? Dat wordt GasUnie en Stedin. En op die manier proberen we het in te kaderen. En als je dan bij de woningen komt, ja. Normaal gesproken bij aardgas, dan houdt de verplichtingen, de verantwoordelijkheden van Stedin op bij de meter. En hoe het verder geregeld is in de woning, dat is aan de bewoner. Maar dat is iets wat wij vinden dat niet verantwoord is als je overgaat op waterstof. Want sowieso heeft waterstof natuurlijk hele andere eigenschappen. En we willen zeker weten dat de veiligheid in de woning ook is gewaarborgd. Maar daar zal nog wel iets voor moeten gebeuren, dat we ook werkelijk in de woning ons mogen bemoeien met de leidingen per woning. Verder zijn de aanpassingen relatief gering. Hè. Als die cv-ketels er zijn, kunnen de cv-ketels vervangen worden. Mensen zullen elektrisch moeten gaan koken, want dat gaan we niet op aardgas of op waterstof doen. En dat zijn eigenlijk de zaken die wij nu aan het voorbereiden zijn samen met de bewoners. En overigens, dat zullen jullie ook wel begrijpen, de bewoners eisen natuurlijk dat als zij hierin meegenomen worden, dat zij vergoed willen worden voor de kosten die zij in hun woning moeten maken. En dan heb ik het nog niet over de prijs van waterstof. Tegelijkertijd gaan wij de energiebehoeften terugdringen. Dus wij zijn op dit moment bezig om de bewoners te begeleiden bij het verduurzamen van hun woningen. En tot slot de beschikbaarheid van waterstof 24/7. Dat zien wij als de belangrijke onderdelen van deze missie. Ja, ik ben op mijn eigen sheets vooruitgelopen. In de woning komt een slimme meter, elektrisch koken, een aanpassing in de meterkast, de controle van de gasleiding en de verwarmingsketel vervangen. Nou, als je dan in gesprek bent met alle partijen die in deze keten betrokken zijn, dan kom je op alle aansluitingen. Namelijk al die onderdelen waar je weer opnieuw moet afvragen wie is waarvoor verantwoordelijk en wat is er voor nodig om op elkaars systemen aan te sluiten. En dat hebben we op een gegeven moment heel simpel even samengevat als een soort blokkendoos.
Aan de rechterkant zie je de energieproductie, de elektriciteitsproductie. Dat doen we met de, voornamelijk met windenergie, maar misschien ook wel met zon. Dan staat er afzonderlijk nog de elektrolyse. Dat, even los van of dat nou in de, water, in de turbine plaatsvindt of ernaast. Je hebt de buis, de transportbuis van de GasUnie. Je hebt een opslag nodig en je hebt de vraag. En wanneer je deze elementen met elkaar verbindt, is een hele belangrijke vraag die, die optreedt. Van hoe regel je dat in een solidair systeem? In eerste instantie zijn we ervan uitgegaan dat het systeem op het eiland wordt gerealiseerd. En dan kom je op het punt van de beschikbaarheid ook in koude winters. Dus er is een... er zijn communicerende vaten. Dat heeft te maken met de vraag. In hoeverre wordt de vraag in het dorp ook werkelijk teruggedrongen door de maatregelen die je treft om energie te besparen. De buffer. Welke buffer heb je nodig? En hoe staat het in verhouding tot de megawatten die je moet opstellen? Op het moment dat je zeg maar, als op de momenten dat de vraag het hoogst is, hè, dat is die 2 weken in de winter dat het min 18 graden is, wat eens in de 15 jaar gebeurt, dan moet je de keuze maken tussen of heel veel megawatten opstellen of heel veel buffer hebben om dat te vullen. Dus de vraag die op dit moment ook nog in Stad aan het Haringvliet speelt is, blijven wij in een solidair systeem waarbij we dit vraagstuk zullen moeten oplossen? Of willen we toch met een backbone het eiland af? En zoals jullie net hebben kunnen zien, heeft de GasUnie al gezegd dat pas in 2027 de backbone in de Randstad klaar zal zijn. Nou, hier even dat beeld over die 24/7 beschikbaarheid. Je hebt... dat is voor jullie natuurlijk allemaal bekend en net is het ook al door René uitgelegd. Ja, je hebt de dagelijkse verschillen tussen vraag en aanbod en de seizoensverschillen. En dat is waar wij op dit moment mee aan het goochelen zijn. Wij hebben aan bewoners, inmiddels zijn het een 7-tal beloftes gedaan, maar we zijn begonnen met er moet voldoende draagvlak zijn, anders doen we het niet. Het moet betaalbaar zijn voor bewoners, anders doen we het niet. En waar wij op afstevenen is dat we, zoals ik net al zei, uit de inmiddels wel verkregen gelden voor aardgasvrije wijken de bewoners vergoeden voor de aanpassingen in hun woning. Vervolgens krijg je dus de prijs van het waterstof. Hoe weet je, er is nog geen markt voor waterstof, dus je hebt nog geen idee of je de waterstof straks zal kunnen leveren voor een concurrerende prijs. En wat wij proberen af te spreken, is dat wij de bewoners de komende 15 jaar kunnen garanderen dat ze voor waterstof niet meer zullen betalen dan voor aardgas. Veiligheid, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Als het niet veilig is of als we daar twijfels over hebben, dan gaat het niet gebeuren. En mag het van de landelijke overheid, dat is natuurlijk ook volstrekt duidelijk. Maar veiligheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid zijn de hoofdpunten voor de bewoners. De bewoners zijn breed betrokken vanaf het begin. Zij zijn dus degene die met ons samen besloten hebben van wij gaan waterstof onderzoeken. En vanaf dat moment, dat wil niet zeggen dat alle 600 huishoudens al volmondig ja zeggen tegen het idee. Maar de bewoners zijn zelf aan de slag om hun collega's, hun buren te helpen bij het bekend te worden met wat we aan het doen zijn. En het verduurzamen. We hebben als Delta Wind energiecoaches opgeleid, 15, en die zijn nu ook bezig over het hele eiland trouwens om bewoners te ondersteunen. En dat geeft de nodige reuring, maar ook de nodige zorg. Want uiteraard worden deze mensen ook bestookt door allerlei vragen en onzekerheden.
communicatie is een heel belangrijk terugkerend thema uiteraard. Samenvatting van de uitdagingen die ik zie. Draagvlak, hè? Garanties, oplevering, zekerheid, veiligheid, betaalbaarheid. Een terugvaloptie. Wij zijn er wel inmiddels van overtuigd dat we altijd moeten aanbieden dat ze terug mogen naar aardgas als het blijkt allemaal niet te werken. Dat is ook nog wel een spannende. Nou, de ontwikkeling van het wettelijk kader hebben we het vandaag al een paar keer over gehad. Dat nog gedeeltelijk ontbreekt. Wij merken in de samenwerking tussen de verschillende partijen dat het best ingewikkeld is, omdat ieder ook zijn eigen traject maakt. GasUnie maakt een andere ontwikkeling door dan Stedin en dan de woningbouwvereniging. Dus je moet afstemmen op elkaars tempo en elkaars verantwoordelijkheden. Fasering is uiteraard een belangrijke. We hebben overigens gezegd dat ons doel is in 2025 de knop om te draaien of de kraan dicht te draaien. De onzekerheid over leveringszekerheid heb ik het al over gehad. En uiteindelijk of wij kunnen garanderen dat waterstof dezelfde prijs heeft voor de bewoners als aardgas. Dan nog even als staartje de waterstofturbine. Er staan straks 75 windturbines op Goeree-Overflakkee. Monique? Ja? Je bent al wel een beetje over je tijd heen. Hoeveel tijd heb je nog nodig? 2 minuten. Nog 2 minuten? Nou, ja. Ja. Dan heb ik geen tijd meer voor vragen even. Dat doen we dan aan het eind. Oké, dat is helemaal goed. Ik kan zelf de tijd niet zien, dus ik kan hem ook niet bewaken. Even over de waterstofturbine. Er staan dus 75 windturbines en de gemeente heeft gezegd dat er niet meer bij mag komen. Dus in de RES staat ook dat wij geen extra windturbines zullen realiseren. Vanuit die gedachte hebben wij ons oog laten vallen op die waterstofturbine. Want als je kijkt naar een waterstofturbine, dan is het grote voordeel dat je een stukje van de verliezen uit de windturbine beperkt. Waarmee je uiteindelijk dit gaat dus wellicht te snel voor jullie, maar aangezien je... Waarmee je uiteindelijk met normale elektriciteit hou je 26% van de energie over aan het eind van de keten. En met de waterstofturbine hou je 40% over. Dus met dezelfde 75 turbines ben je in staat om 25-40% meer energie uit diezelfde windturbinelocaties te laten komen. En daarmee eindig ik mijn presentatie. Dank je, Monique. Ja, nou, dat was toch nog snel, die laatste 2 minuten. Dat je binnen een minuut weten te brengen. Dus dan heb ik toch nog een vraag voor je. Je zegt iets over isolatie, hè? Dat je isolatie belangrijk vindt, dus een reductie. Betekent dat, en er staat volgens mij in, dat doen we tegelijk. En waarom kies je er eigenlijk niet voor om eerst goed te besparen en dan pas na te denken over, nou ja, dat je overgaat op... dat die huizen zover zijn dat ze op waterstof kunnen. Waarom doe je dat niet na elkaar en tegelijk? Nou, kijk, isolatie ga je sowieso doen. Maar wat wij hebben geconstateerd is dat wij de huizen daar überhaupt niet terug kunnen brengen naar aardgasvrij. Vanwege de samenstelling van de bebouwing. Dus wij constateren dat aardgasvrij zonder een alternatieve bron niet kan. Warmtebronnen zijn niet aanwezig. We hebben geen industrie. Aquathermie is daar niet haalbaar. Dus als die woningen niet naar aardgasvrij kunnen, alleen door isolatie zul je toch een alternatief moeten bedenken. Ja, toen is waterstof bedacht. Ja, precies. Dan snap ik het. Oké. Okay. Ja. Monique, ja. Dankjewel. Mooi. Mooi dat je ons mee hebt genomen. En hebben we nu het verhaal vanuit het ministerie, dus meer landelijk, en een stukje vanuit GasUnie. En jij hebt hem weer heel concreet naar een project weten te brengen, dus dank daarvoor. We hebben bedacht dat we 5 minuten pauze nemen. Dus dat betekent dat we, het is nu 18, dat we 23 weer gaan opstarten. Dus als jullie over 5 minuutjes terug willen zijn, dan vinden we dat heel aardig van jullie. Tot straks. Oh, ik ben benieuwd of iedereen er weer is. Lijkt er nog niet op. Volgens mij is iedereen koffie aan het halen. Nog even een plaspauze aan het houden. Maar zo langzaamaan zal iedereen wel binnendruppelen. Ik zie Gijs al in beeld, dus Gijs is al paraat. Heel mooi.
Anders mag jij wel vast je scherm delen, Gijs. Ja, dat is goed. Kan je het vast even aanzetten? Wacht ik nog heel eventjes tot weer meer mensen in beeld heb. Dat ik je aankondig en je het woord kan geven. Dat is goed, zie je hem nu? Ja, hij is in beeld. Nou, ik zie inmiddels dat heel veel mensen er alweer zijn. Het was even een hele korte pauze, maar we wilden eigenlijk toch wel graag even doorgaan. Want anders lopen we aan het eind een beetje spaak. We vinden het toch wel heel leuk om nog even wat vragen te mogen stellen aan iedereen. Gijs, jij bent met een project bezig geweest in Uithoorn. Daar ga je ons vertellen over hoe je dat het omgevingsmanagement hebt aangepakt. En waarom ik dat zo interessant vond, Gijs, is omdat omdat het natuurlijk allemaal heel nieuw is. En omdat het binnen platform ook een van onze thema's is om heel erg met het omgevingsmanagement bezig te zijn. Dus leuk als je ons daarin meeneemt hoe jij dat aangepakt hebt in Uithoorn. Want volgens mij was het toch wel een bijzonder project met een bepaalde stof in leidingen die daar nog niet op getest zijn. En dan ook nog in een omgeving met bewoners. Je gaat het al verklappen. Oh ja, dat is waar. Oh, sorry. Misschien moet ik het verhaal doen, ja. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Nee, Gijs. Ga vooral in gang. Ja. Goed, goed. Mijn naam is Gijs van Boy. Ik ben strategisch omgevingsmanager bij Stedin. En zo'n anderhalf jaar geleden betrokken geraakt bij dit project. Even kort, Stedin, regionaal netbeheerder, vooral in de Randstad. Natuurlijk een aantal gebouwde omgevingen. Dan kijk ik even naar rechtsonder naar de lengte van de gasleiding. We hebben zo'n 28.000 kilometer gasleiding in de grond. Dus allemaal goede potentie voor dit verhaal. En Stedin is ook al geruime tijd bezig met waterstof. En waterstof in de gebouwde omgeving. Vorig jaar is daar een workpaper voor uitgebracht door Henry Bontebal, onder andere. Zeker de moeite waard om die nog eens een keer na te lezen. Eigenlijk dezelfde essentie die ik vandaag al een aantal keer heb gehoord. Natuurlijk de verwachting is misschien nu nog niet in de gebouwde omgeving, maar het is zeker een potentie om daar in de toekomst dat het een rol kan gaan spelen. We hebben wel gezegd van de normale energietransitiezaken moeten natuurlijk gewoon zoveel mogelijk doorgang vinden. We moeten niet hierop gaan zitten wachten. Maar het is wel de tijd om nu echt met andere partijen te gaan bekijken. Mute. Ben ik weer te horen? Ik geloof dat ik even wegviel. Maar goed. In ieder geval om met bestaande partijen zoveel mogelijk ervaringen op te gaan doen. Hoe wij van ons bestaande gasnet kunnen gaan gebruiken voor waterstof in de toekomst. Nou, daar hebben we natuurlijk een aantal mooie voorbeelden van in Rozenburg en de Green Village, TU Delft. Net wat even de Kiva genoemd. De onderzoeken zijn dat het echt wel mogelijk moet zijn om ons gasnetwerk te gebruiken voor waterstof. En de stad in het Haringvliet. Nou, Monique, het sluit fantastisch aan. Want het is natuurlijk een mooi puzzelstukje wat daar invalt om dat allemaal mogelijk te maken. Even kijken. Dan ga ik naar de volgende sheet. Ja. Nou, wat was de opgave? We willen natuurlijk zoveel mogelijk van bestaand gasnetwerk bekijken of dat inderdaad te gebruiken is voor waterstof. Daarvoor heb je natuurlijk huizen wel nodig. Maar goed, om bewoonde huizen met mensen dit te gaan doen, dat is niet mogelijk. Dus we zijn in contact gekomen met de woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Uithoorn. En die hadden 14 sloopwoningen die wegens funderingsproblemen leeg komen te staan of zijn komen te staan. En het bestaande gasnetwerk, alles hebben we gevraagd om alles identiek te laten, zodat wij daar waterstof in het bestaande gasnetwerk en in een stuk van de hoofdleiding, dat zie je hier in de stoep, kunnen brengen. Om zo aan te tonen dat dat daadwerkelijk mogelijk is. En vooral te onderzoeken wat er allemaal technisch aangepast moet worden. En Monique gaf het net al even aan, formeel natuurlijk tot de meter. Maar goed, dat gaat natuurlijk verder, want je wil niet dat er binnen in de woningen iets met het waterstof gaat gebeuren. Nou, voordat wij dit project zijn gaan starten, hebben we eens eerst een grote ronde gemaakt met allerlei stakeholders. En ook eens opgehaald van, goh, als wij dit nou gaan doen, wat zouden we vanuit jullie visie, jullie belangen, wat zouden we mee moeten nemen? Dus de wet en regelgeving, veiligheidsaspecten,
zaken met de gevoeligheden richting de omwonenden, nou, noem het allemaal maar op. En eens kijken. Nou, wat we daar eigenlijk tegenkwamen was in die ronde was ontzettend veel enthousiasme voor het onderwerp. Heel veel vragen, ook over odorisatie, andere zaken die mensen bezighielden. Maar ook wel het gevoel van, is daar wel draagvlak voor in zo'n omgeving? Is er wel in die bebouwde omgeving, hè, wat gaat dat doen? Nou, en daarom ben ik ook in al die gesprekken meegegaan en we hebben ook aangegeven, we gaan dit doen. We hebben alleen nog niet gezegd waar we het gaan doen. Want we wilden ook niet dat de bewoners eerder geïnformeerd werden dan dat wij ze geregisseerd informeerden en dat er allerlei ruis en allerlei vragen zouden ontstaan waar ze nog geen antwoord op konden krijgen. Nou, toen uiteindelijk hebben wij een soort taskforce met direct betrokkenen gevormd. Dus de gemeente Uithoorn, Eigen Haard en Stedin. En DNVGL, dat is ons technisch en veiligheidsgeweten. En met die groep hebben we eigenlijk zo'n kerngroepje gevormd met de beleidsadviseur, voor de bestuursadviseur, met een aantal omgevingsmanagers, communicatieadviseurs. En hebben heel erg gekeken, joh, wat wordt nou de boodschap per organisatie die we gaan vertellen richting die bewoners. Een ervan is, ja, we gaan iets met waterstof doen, maar het wordt niet hier, we gaan niet in uw woning blijvend waterstof als straks de woning gebouwd zijn. Dat is echt iets voor de toekomst, de jaren in 2030. Een ander verhaal is, wat heel belangrijk is, is dat we eerst de bewoners informeren en daarna pas de media en andere zaken. Dus we hebben 1 week uitgekozen waar we eigenlijk hebben gezegd, nou, dat wordt de focus. Daar gaan we het hele communicatietraject op starten. 1 seconde, want de nieuwe energiegeneratie die klopt aan mijn deur. Nu is het niet, lieve schat. Nu is het niet. Oké, nee, dat weet ik niet, schat. Sorry. Excuses. Iets met de buren en buitensluiten. Wat we hebben gezegd, constant, Monique gaf het net ook al even aan, dit project gaat niet over veiligheid. Veiligheid is een gegeven. Alle instanties die maar betrokken kunnen zijn over veiligheid, die zijn betrokken vanaf het begin. En we hebben overal gevraagd van, nou ja, wat is voor jullie nodig om dit volledig veilig te laten verlopen? DNVGL, de veiligheidsregio, de brandweer, allemaal. Nou, uiteindelijk gaat dit dus over kansen en over de toekomst. En dat verhaal, dat moeten we ook echt heel goed overbrengen aan de bewoners. En dan moet je eigenlijk alles wat in de eerdere presentatie is gezet, moet je bijna gaan vergeten. Want dat is allemaal enorm technisch en hoog over. Dus je moet het heel erg thuis terugbrengen. Wat hebben we hier aan? Wat betekent dit? Welke opgave zit erin? Wat je hier, dit plaatje bijvoorbeeld ziet, is uit een animatie die we gemaakt hebben voor de bewoners. En in de eerste animatie stond een rood brandweerautootje. Dus nee, dat moeten we niet doen. Dat geeft een ander beeld. We moeten daar een veiligheidsregioautootje van maken. Dus het moet groen, neutraal. De veiligheid is gewoon een gegeven. Niet veilig is niet doen. Dat is een heel belangrijk credo wat ik net ook al hoorde. Nou, wat voor buurt hebben we het dan eigenlijk over? Hè? Het is een enorm gemengde buurt. Er zitten sociale woningbouw, er zitten koopwoningen. Het advocatenkantoor wat je hier ziet, dat rechterkant, dat zijn de woningen waar we de waterstof in hebben gebracht. Dus dat is nog geen 1,5 meter daar vandaan. Dus we hebben in die week dat we het gecommuniceerd hebben met al deze partijen, hebben wij contacten gezocht, zijn we langs gegaan, hebben het verhaal verteld. Bij de ene wat zwaarder, wat meer de inhoud in. Deze advocaten waren heel geïnteresseerd in het waterstofverhaal. En we hebben natuurlijk ook gezegd dat we qua veiligheid, hoe we dat hebben aangevlogen. En het grappige was dat, de zorgen die zij dan hebben was, we horen eigenlijk nooit wat van die woningcorporaties. We zijn heel blij dat we dat van jullie wel horen. En we vinden het ook wel heel belangrijk dat het bijvoorbeeld niet voor onze deur geparkeerd wordt. Dus het zit weer op hele reguliere aspecten. Aan de overkant van deze woning was een enorme ergernis over de verloedering in de straat. Dus en het gevaar met oud en nieuw, met eventueel in brand steken van de woningen. Dat soort zaken. Dus we hebben gewoon gezegd, nou, dat kunnen we allemaal oplossen. We gaan een hovenier versturen erheen. We gaan camera's in de woning ophangen. We maken het netjes. We zorgen dat het allemaal prima in orde komt. En dat geeft ook heel veel draagvlak. En uiteindelijk merk je daar ook wel aan dat mensen ook vrij nuchter erin staan. En er toch wel meer van afweten zo langzamerhand dan in het verleden. En hoe maken we het nou? Hoe hebben we het nou zoveel mogelijk
mensen meegenomen in het verhaal. Hè, normaal, als het geen corona was geweest, hadden we iedereen uitgenodigd om daar in de woning rond te lopen, om een mooie rondleiding kunnen geven. Nou, dat, helaas ging dat niet. Dus we hebben het heel erg teruggebracht naar menselijke aspecten. Dus van aardgas naar waterstof, heel erg duidelijk weergegeven, wat doen we? Er zit een heel proces aan vast. Nou goed, er zitten veel mensen in deze call die dat misschien weten, maar aardgas en de waterstof hebben een andere dichtheid. Dus er is getest met eerst met stikstof en daarna met voordat de waterstof is met helium. En daarna pas met waterstof. Er is een heel proces in gegaan. Nou, dat hebben we heel simpel uitgelegd in een animatie die mensen konden inzien. We hebben een 360 graden rondleiding gemaakt in die woning, omdat de mensen natuurlijk niet fysiek konden rondleiden. We hebben op de container die buiten stond, hebben we heel stapsgewijs hebben we weergegeven wat we daar doen, hoe het eruit ziet. We hebben iedereen constant op de hoogte gehouden als er media kwam, als er andere zingen. Dus alles wat zichtbaar was, hebben we mensen in meegenomen. Om zo te zorgen dat ja, eigenlijk constant mensen niet verrast worden. Door wat ze zien of wat er gebeurt. Maar goed, mensen hebben natuurlijk toch vragen en terecht. Dus op een gegeven moment kreeg ik via de gemeente kregen wij een telefoontje van een mevrouw die had iemand van de brandweer gesproken. En die brandweerman die had gezegd dat de brandweer in Uithoorn geen waterstofbranden kon blussen. Dus die maakte zich ernstig zorgen en die was dus al bezig om de hele buurt te gaan mobiliseren om nou ja, toch in de weerstand te gaan. Nou, ik denk dat wij binnen 10 of 15 minuten heb ik deze mevrouw teruggebeld, het verhaal aangehoord. Ik kan me zomaar voorstellen dat u zich hier ernstig zorgen over maakt. En ik ga u ook niet geruststellen daarvoor. Ik zeg, dat is niet aan mij. Maar ik zorg wel dat u teruggebeld wordt door iemand die daar wel alles over kan vertellen. Nou, omdat we vanaf het begin de begeleiding met de brandweer hebben gedaan, heeft de brandweer direct binnen, nou, ik denk een kwartier, heeft de brandweer teruggebeld. Is uitgebreid met die mevrouw gesproken. Die is volledig gerustgesteld. En ik heb die mevrouw een dag of 3, 4 later heb ik nog een keer gesproken. Zeg, bent u, is het voor u duidelijk? Is het helder? Het was helemaal helder. Het was helemaal duidelijk. We hebben natuurlijk wel intern even gekeken waar de kink in de kabel zat met de brandweer. En het bleek dat een vrijwillige brandweerman op een feestje of op een verjaardag dit had gezegd. En eigenlijk helemaal niet van de hoed en de rand weet. Maar zo snel kan het natuurlijk gaan. En voor je het weet van een spreekwoordelijk heb je een spreekwoordelijke veenbrand. En ja, dat kan toch wel enorm vervelend zijn voor het draagvlak. En de gemeente had ook gezegd, nou, hetzelfde is een Haringvliet. Ja, als er draagvlak is, is het prima. Maar als er geen draagvlak is, ja, dan gaat het toch niet door, dit spektakel. Nou, uiteindelijk is er ontzettend veel internationale aandacht en interesse voor het project geweest. Projectleiders hebben dat heel goed neergezet. Nou, heel veel media-aandacht. We hebben ook met woordvoering samen gedaan. Op het moment dat het allemaal draaide, dat de proef goed liep. Maar ook daarbij hebben we heel erg de belangen van de bewoners in het oog gehouden. Dus constant wel geïnformeerd van, goh, we verwachten dan en dan verwachten we media, dan verwachten cameraploegen, dit en dit wordt er, is de strekking van de boodschap, et cetera. En wat heel belangrijk is, omdat het echt wel, ja, zowel technisch vlak als qua draagvlak is het echt heel goed verlopen, dit verhaal, dit project. Maar het is heel belangrijk om dat som- en kom-verhaal erg goed te borgen. Maar ik zei het al, communicatie is echt ontzettend belangrijk om mensen mee te nemen. En dat moet je echt door professionals laten doen. Want de enorm hoge overboodschap die gaat niet landen bij die mensen. We hebben ook mensen gesproken die zeggen, ja, er is hier iets met cv-ketels. Of dus hoe je het ook down to earth maakt, mensen vatten het nog niet helemaal. Dus als er dan vragen zijn, moet je het wel echt op de juiste en de goede manier kunnen beantwoorden. En nou ja, dat is even in een notendop mijn verhaal. En voor degene die hier meer over weten en de animatie wil zien, zeker even bij www.steden.net/uithoorn bekijken. Super, Gijs. Dankjewel. Dank voor je verhaal. En toch wel weer heel grappig dat het ook precies tijdens je presentatie je dochter binnenkomt. Mooi. Ja, zo werkt dat. Zo gaat dat. Ja, mooi. Een jaar na dato gebeurt het nog steeds. Ja hoor, en dat mag ook. Dat is helemaal niks. Ja. Het staat hier voor de nieuwe energiegeneratie. Dus daar doen we het voor. Ja. Heel goed. Leuk hoor. Yes. Hey, dankjewel. Mooi dat we even gegaan zijn weer naar een heel ander stukje van perspectief van op waterstof. Namelijk, hoe reageert de omgeving en hoe ga je daarmee om? Dat is leuk om te horen, Gijs. Geen brandweerwagen wil brengen. De flyer. Ja, precies. En volgens mij is dat ook heel slim als je het over communicatie hebt.
Dus van een heel spannend onderwerp toch naar een soort van acceptatie bij de bewoners. Of soort van, nou ja, het klinkt toch wel echt dat dat heel goed ontvangen is. Ik had nog een vraag uit de chat gepakt van Berber. Hoe groot is de cirkel van mensen die je gesproken hebt? Is dat dan echt alleen de mensen aan de overkant van de straat bewijzen van? Of heb je die cirkel breder getrokken, Gijs? Communicatiecirkel. Ja. Ja. Nou, dat is een goede vraag. We hebben heel nauwkeurig met de gemeente en met de woningcorporatie hebben we dat gedaan. En de wethouder die zei meteen, oh, je moet die bewonersvereniging, die moet je benaderen. En met die partij hebben we het allemaal afgestemd. En we hebben het in het begin hebben we het groot gedaan, dus de hoogoverboodschap van, god, er is een project. En dat hebben we ook veel breder gecommuniceerd dan alleen maar vanuit de steden in. Dus we hebben met de gemeente samen hebben we een soort van buurtflyer gemaakt over alle initiatieven die in de buurt plaatsvonden, waar dit in zat. Dat hebben we heel groot gedaan. En de persoonlijke gesprekken heb ik echt met alleen de directe omwonenden gedaan. Ja. En, altijd, ja, dus... en we hebben twee keer een inloopmiddag georganiseerd in een geweldig bruin café buurthuis. Iets waar mensen gewoon terecht konden. Maar en dat mocht wel. Ja. Dat mocht nog wel, Gijs. Ja, nou, dat was net in juni. Dat komt toen net weer. Juni, oh, ja. Juni, ja. Ja, ja, komt toen net, inderdaad. Ja, ja, precies. Leuk. Net weer. Ja. Dankjewel, Gijs. Dan sluiten we in elk geval jouw presentatie ook even af bij deze. Dan is het aan Letitia en mij om eens wat vragen te stellen. Dat hebben wij voorbereid. Dus we hebben een aantal vragen samen besproken. En eigenlijk voor jullie allemaal wel een paar vragen, althans de sprekers. En ik wil er zelf even eentje aftrappen. Hoe dat zit met de maatschappelijke... Die kwam ook uit de chat trouwens, van Ad Corroyer. Hoe de maatschappelijke acceptatie... En ik denk dat die het best even aan Gijs Posma kan stellen. In de beleidsagenda is geborgd. Of dat geborgd is. En zo ja, hoe dat dan daarin terugkomt, Gijs. Gijs, kan je daar eens op reageren? Ja, even kijken hoor. Er schiet me even twee dingen te binnen. Als het gaat bijvoorbeeld om veiligheid, er is een groot programma... daarop, onder andere interdepartementale, dus betekent dat alle ministeries vanuit de overheid, die vinden daar wat van, die kunnen daar iets mee. Er wordt gekeken naar veiligheid over de hele keten. parallel hieraan hebben wij ook een nationaal waterstofprogramma in oprichting. Er zijn heel veel partijen uit de samenleving zijn daarbij betrokken. En ook in dat programma krijgt veiligheid en maatschappelijke draagkracht, zeg maar, krijgt daar aandacht. Best lastig te tackelen, want je weet ook nooit van tevoren waar het over gaat. Maar ja, het is wel heel belangrijk dat dit goed gaat. Dat is wel herkenbaar wat er in alle andere presentaties gebeurt. Als er op dit vlak iets leeft, dan kan het zo heel snel de verkeerde kant uitgaan. Ja. Je collega Anne wil volgens mij aanvullen. Ja, ja. Goed, jullie zien mijn handje. Ja, ja. Ik heb mijn bril niet op, maar we zien wel wat. Mijn ego straalt weer heel erg van me af, zelfs digitaal. Ik ben degene die ook in het Nationaal Waterstofprogramma de voorbereiding daarvan bezig is met die maatschappelijke draagvlak. En ik vind Leo nou ook echt een geweldig platform om even een brainstorm te organiseren. Een soort extra sessie eventjes met de leden die daar geïnteresseerd in zijn. Om de input die ik zelf ook ga verzamelen, ook even met jullie te toetsen en completer te maken. Ik hoorde Gijs net vooral allemaal dingen zeggen, Monique, dat ik denk, oh, die praktijkervaring wil ik heel graag ook even erbij hebben. Maar verder iedereen die het interessant vindt. Dus bij deze alvast de uitnodiging en ik zorg wel dat het even in de nieuwsbrief of zo komt. Met andere woorden, daar zit een stukje antwoord op de vraag, hoe gaan we dat in de beleidsagenda krijgen? Of in elk geval voldoende? Dat is niet alleen Rijksoverheid, het zal absoluut wel publiekscampagne, of tenminste een grote... uiting nodig zijn, maar dat vereist ook altijd weer maatwerk. Ja, precies. Leuk, dank je Anne. Dat is hartstikke mooi. Volgens mij ook waardevol als we daar mensen vragen om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, super. Leuk. Mag ik een vraag stellen aan Monique? Zeker, ja. Monique en ik zijn collega's, want ik ben nog van de andere grote energiecoöperatie. En ik heb dus een vraag ook hierover. Want Monique zal net zoveel als ik te maken hebben gehad met de maatschappelijke acceptatie van wind op plan. Het is heel ingewikkeld om een project gerealiseerd te krijgen. En het probleem bij waterstof is dat, ondanks dat je zei dat je met een waterstofwindmolen dat je gewoon een betere rendement hebt, is toch dat er een grote verlies plaatsvindt bij het converteren van elektriciteit in waterstof. Hoe verkoop je dat verhaal aan mensen die al moeite hebben met de windmolens? Als je zegt, nou, ze zijn maar voor de helft nuttig. Heb je die vraag gehad en hoe ga je ermee om? De gemiddelde bewoner
stelt die vraag niet. Je moet al behoorlijk energiedeskundig zijn om er op die manier over na te denken. Ik heb met mijn twee laatste sheets in een minuut proberen uit te leggen wat die waterstofturbine doet. Maar uiteindelijk haal je dus met dezelfde locatie, meer energie uit de wind. Dus ja, er zitten een aantal stappen in die in de omzetting. Maar je kunt op een andere manier het optimaliseren, zodat je er meer energie uithaalt. En ik merk in de omgeving ook van de energiebedrijven dat het echt even tijd kost om dat verhaal neer te laten dalen. Dus, en ik kan hem niet vertellen, hè, of ja, ik kan hem globaal vertellen, maar die aanname klopt dus niet. Er komt meer energie uit diezelfde windturbine. Dankjewel. Ja. Ja, mooi zo. Ik heb een beetje daar aanvullend ook. En Monique, jij bent er eigenlijk heel concreet bezig met met Stad aan het Haringvliet. En nu is de vraag of jij, Gijs Posma, een idee hebt wanneer nou... jullie doen mee aan die Green Deal, wat was het ook weer? Voor waterstofwijken. Waterstofwijken. Ja. En heb jij een beeld bij wanneer je dan wijken echt op het waterstof zou aansluiten? Heb je daar een beeld bij, een soort jaartal of zo? Of heb je daar, is het meer in de onderzoeksfase nog? Of kan je daar iets over vertellen, Gijs? Ja, het idee dat wij daarover hebben is dat de gebouwde omgeving na 2030, voor grootschaliger werk aan de beurt is. Dat we de periode tot 2030 kunnen gebruiken om experimenten te doen, die overigens ontzettend belangrijk zijn, want volgens mij weten we inmiddels allemaal of het nu gaat over warmtenetten of over waterstofnetten. Als het gaat over de gebouwde omgeving, zijn dat trajecten waarbij heel veel leergeld moet worden betaald. Dus die tijd hebben we hard nodig. En dan zouden we na 2030 goed kunnen uitrollen. En de reden dat we daarmee wachten is niet alleen de business case, zeg maar, ook het feit dat de beschikbaarheid van waterstof vanaf dat punt, 2030, niet meer een issue is. Maar op zich klinkt dat best wel snel, Gijs, 2030. Heb je dan ook het gevoel dat je, en dat was eigenlijk een vraag die ik ook nog had, dat je dan voldoende waterstof beschikbaar hebt om dat ook echt te leveren aan wijken? Dus naast al de andere toepassingen, voor diezelfde waterstof. Ja, kijk, twee dingen. Ik heb jullie die scenario's laten zien. Dus als ik zeg hoe het is in 2030, dan lieg ik. Want dat weet ik gewoon niet. We kennen alleen onze eigen ambitie. Dat is één. En de tweede is, 2030 wil niet zeggen dat we in één keer volle bak alles hebben gedaan. Maar dan zouden we kunnen beginnen hieraan. Omdat dan toch ook wel het punt daar is gekomen dat er ruimte is om een deel van de waterstof die kant uit te sturen. Maar het blijft, ja, kijk, het zijn inzichten met de dag die we vandaag de dag hebben. Ja. Het is op zich, het is nog 9 jaar. Lijkt dichtbij en ver weg, is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk dat het goed is om het zo, zeg maar, even in te delen in decades, zeg maar. Ja, ja. Ik heb een vraag voor René, als het mag. Ja? Ja. René, jij hebt ons verteld over een Europese backbone en ook wat het betekent voor Nederland. Nu hoor ik best wel vaak het argument van mensen die zeggen van ja, zonne-energie, waar kan je dat het beste oogsten? Dat is gewoon in de Sahara. Je ziet veel projecten, daar is volgens mij een project aangekondigd waarin een mens zegt dat ze een hele zonnestad gaan bouwen in Saudi-Arabië en dat omzetten in ammoniak die je vervolgens weer kan teromzetten in waterstof. Dus hoe ga je om met de kritiek van ja, wat moeten wij nou met productie in Europa? Je kan het net zo goed gewoon importeren zoals we nu ook onze olie importeren. Hoe zie je de toekomst? Als ik een glazen bol heb had, dan was het wat makkelijker. Kijk, wat we weten is waar we naartoe willen in 2050, dat we van de CO2-emissie af willen zijn. En dat we alles op een duur, de economie eigenlijk op een duurzame manier laten draaien. Dat is het piketpaaltje wat staat. We hebben gezegd dat we daar 30 jaar voor nodig hebben. En dat is niet omdat we alleen maar 30 jaar gaan bouwen, maar ook omdat het gewoon een complex vraagstuk is waar we nog heel veel dingen moeten uitzoeken. En dat betekent dus dat, zeg maar, de balans die we vandaag kennen,
in gebruik van verschillende energiedragers, van energiebronnen, in wie wat waar bedrijven zitten en noem maar allemaal op. Dat gaat in de komende jaren nog veranderen. Het is niet zo dat we in één streep op een ideaal pad van nu naar 2050 gaan en die stapjes nu allemaal kunnen uittekenen, dan weten we waar we uitkomen. Dus dat maakt het best lastig. Het is een complexe puzzel. Maar dan misschien iets concreter op hoe gaan we dat doen met waterstof. Ja, waterstof is op zichzelf een basiscomponent die heel veel toegepast kan worden als energiedrager, voor verbranding als grondstof. En het vervoer daarvan, dat kan ook weer op verschillende manieren. Als je kijkt naar het vervoer over land, en dan is echt het aanbod en verbruik met elkaar verbinden. Verbruik zit bijvoorbeeld heel erg op dit moment in Noord-Rijn-Westfalen, bijvoorbeeld in Duitsland. Nou, daar is niet heel veel mogelijkheid om daar waterstof te maken op een duurzame manier. Al was het alleen maar omdat je daar heel weinig plek hebt om duurzame opwek te realiseren. Dus als je die waterstof uit Sahara laat komen, uit Saudi-Arabië laat komen, van mijn part uit Chili laat komen, waar ook heel veel kansen zijn om goedkoop te gaan produceren. Ja, dan moet je gaan kijken van hoe krijg je dat dan op de goedkoopste manier naar Europa. En dat kan best zijn dat je dat als ammoniak gaat vervoeren per schip. Of met een drager, een LOHC, zoals dat genoemd wordt. Waarmee je eigenlijk waterstof bindt aan een andere drager. Op het moment dat je het dan bij Europa hebt, dan is de vraag, ja, ga je direct inzetten? Want er zijn natuurlijk, we hebben zeg maar plans waar kunstmest gemaakt wordt. Ja, dan, dat is een beetje raar als je eerst omzet in waterstof, daarna weer terug in kunstmest omzet. Aan de andere kant, ammoniak over land vervoeren is best complex. Sterker nog, heel veel mensen vinden dat het gewoon absoluut niet veilig is en eigenlijk niet meer gedaan moet worden. Tenminste, niet bovengronds. Dan moet je het ondergronds gaan doen. Dus daar zitten weer andere vraagstukken onder. En uiteindelijk is het, denk ik, de vraag van hoe kunnen we dat economisch het meest handig aanpakken. En dat gaat niet in de ideale lijn. Dat betekent dat de nodige opties die nou op tafel liggen, allemaal moeten ontwikkelen. Het is niet dat we moeten kiezen tussen één of ander. We gaan ze allemaal nodig hebben. In de balans waarin precies, ja, dat moeten we ook voor een deel gaan uitvinden. Dankjewel. Ja? Ja. Mooi. Ja, precies. Ik zat even te kijken welke ik nu daaraan wilde koppelen. Ik denk dat ik even een vraag aan Monique ga stellen. Stel dat CO2-reductie leidend was geweest in jouw aanpak, Monique. Wat was dan... wat en dus dan... niet aardgasvrij. En dus niet aardgasvrij, ja, oké. Okay. Ja. Ja, precies. Had je dan een andere aanpak of andere technologieën gekozen om uit te werken in Stad aan het Haringvliet? Had dat uitgemaakt in jouw aanpak, Monique? Dat heeft dus inderdaad, dat was niet het primaire argument. Het argument was, als wij naar aardgasvrij moeten, ja, met de onderwerpen die ik daarnet ook al noemde, de gebouwde omgeving, gebrek aan alternatieven, dat soort zaken, ja, dan... Dus het beperken van... Ik heb daar niet echt rechtstreeks een antwoord op. Wat wij proberen is om eigenlijk... En dat is wat René net ook zei. We weten dat we in de toekomst gewoon een mix aan oplossingen zullen moeten gaan bedenken. Tot op heden was het aardgas en voor iedereen aardgas. Maar dat zal het gewoon niet meer zijn. Dus wat wij proberen in ons innovatieve programma is juist ook die mix aan te brengen. Dus waterstof is er één van... En biogas uit zeewier is een ander project waar we mee bezig zijn. Dus nee, ik heb niet rechtstreeks een antwoord op je vraag. Nee, maar het was ook niet zo dat je dat een andere als je een ander doel had gesteld, dat je per se een andere aanpak zou hebben gekozen. Je hebt gewoon gekeken wat zijn de mogelijkheden en waar wil ik echt iets aan doen. En dat is leidend geweest voor je aanpak. Dat is eigenlijk wat je hoort. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel de situatie ook van een lokale energiecoöperatie. Hè? Wij werken op dit eiland en wij proberen zo praktisch mogelijk op dit eiland oplossingen te bedenken waar wij ook aan kunnen bijdragen. We zijn niet zozeer bezig met een oplossing voor heel Nederland. Wij zijn aan het kijken hoe kunnen wij bij onze gewoon de mouwen opstropen en aan het werk gaan. Precies. Ja, mooi. Als we je toch spreken, was een vraag van Tisha in de chat van hoe zo'n waterstofmolen werkt. Is er een, zou je in de chat misschien een link kunnen zetten naar een animatie of een informatiesite, zodat iedereen kan kijken hoe,
hoe je de mirakel doet van 26% naar 40% benutting van de elektriciteit. Dat is... Ik zal in ieder geval één kleine sleutel noemen, wat niemand zich realiseert. De windturbines worden ontworpen op de SDE-regeling. Je volgende uren zijn bepalend voor de grootte van de windturbine die je realiseert. Op diezelfde locatie kan je best een veel grotere windturbine plaatsen, maar daar heb je helemaal niks aan in het kader van je SDE-subsidie. Maar als je dus wel die grotere turbine realiseert en het meteen omzet naar waterstof, dan heb je een heel ander verhaal. Dat is een deel van de, dat is een sleutel in het hele verhaal. Ah, ja, ik zie me dat nog niet helemaal in Amsterdam doen met de weerstand voor de grootte van de turbine. Nee, dat snap ik. En als je daar nog bij optelt dat voordat de elektriciteit van een windturbine op het net staat, is die een aantal keren van AC naar DC gegaan. En als je dat ertussen uitknipt, dan ben je ook al. Elektriciteitsnet kent ook grote verliezen. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan valt er wel winst te behalen. Misschien een laatste vraag met oog op de actualiteit voor Rijs Postma en misschien Anne. Recentelijk is in het nieuws geweest het oordeel van het Groeifonds. En daar was waterstof niet zo heel rooskleurig uitgekomen. En ik denk dat het oordeel van het Groeifonds over het voorstel van waterstof misschien wel wat duiding aan jullie kant verdient. Zodat je ons een beetje kan uitleggen hoe ze daarnaar gekeken hebben en hoe dit past in het beleid nu van de Nederlandse overheid. Nou, laat ik daar een procesantwoord op geven. Ik was zelf ook niet helemaal gelukkig met de beoordeling. Dus wij, zoals dat dan werkt bij de overheid, wij geven daar een appreciatie op. Waarin we een aantal dingen waar wij zelf toch wat anders in zitten proberen te corrigeren. Omdat het wel van belang is dat het beeld dat geschetst wordt niet, dat mag ons niet achtervolgen. Dus op dat punt hebben we nog wat huiswerk te doen. Oké, dus daar heb je nog wel... En wat betekent dat huiswerk dan, Gijs? Betekent dat dan dat je daar nog een reactie op kan geven en dat er dan nog iets verandert? Hoe moet ik dat zien? Nee. Ik denk dat aan dit besluit verandert niks meer. Maar ik vind wel dat beeld dat wordt geschetst moet hier en daar worden bijgesteld. Kijk, het is op zich ook wel begrijpelijk. Hè? Zo'n commissie moet over van alles en nog wat een oordeel geven. Dus het is best lastig. Als je geen verstand hebt van waterstof zoals wij het hier wel hebben. Om daar dan ook meteen alles... raak op te beoordelen. Dus het is begrijpelijk. En wat mij betreft, ik zie het gewoon even als een kans om de dialoog verder te brengen. En ervoor te zorgen dat het beeld overal gelijk komt. Dus weer dat maatschappelijke acceptatie. Ja. op alle niveaus. Op alle niveaus dan, ja. Nou, daar heb je nog wat huiswerk, hoor ik, Gijs. Ja. Ja, helemaal prima. Ja, leuk. Ik heb toch nog een laatste. En dan gaan we denk ik afronden inderdaad. Die zijn Gijs Lambooi van Steding. Wat hadden jullie nou gedaan, Gijs, op het moment dat er toch heel veel weerstand zou zijn geweest? Hadden jullie dan het project nog niet uitgevoerd? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. En wanneer is er te veel weerstand? Wat is nou te veel weerstand en denk je van nou laten we dat dan maar gewoon niet doen? Nou, ik denk dat ik al niet eens bij ons had gelegen. Ik denk dat bij de gemeente, want uiteindelijk heb je draagvlak ook vanuit de gemeente nodig. En die gaan de vingers er niet aan branden als ze zeggen van... er is te veel weerstand. Noem maar even CO2-opslag onder Barendrecht of iets dergelijks. Daar zitten ze niet op te wachten, want het is een heel positief verhaal voor de toekomst. Maar dan trekken ze heel snel de keutel in. Dus dat was een heel belangrijk. Daar hebben we elke keer we dat getoetst. Bijvoorbeeld de vergunningsaanvraag en de beroepsperiode daarna. Ja, die hebben we echt ingecalculeerd. Van in hoeverre kunnen we dan verder en niet. Dus ja. Oké, dus dat lag eigenlijk meer bij de gemeente dan dat Steding daar... iets in had kunnen doen, of althans, die had niet gezegd van nou, dan doen we het niet. Ik denk dat de gemeente eerder zich had teruggetrokken dan wij dat hadden gedaan, Okay. Nee, want uiteindelijk, Gijs, ben jij ook wel op stap geweest natuurlijk om met die mensen in gesprek te zijn. Dus stel dat er wel heel veel weerstand zou zijn geweest, was het voor jullie denk ik heel lastig geweest. Ja, nou, en er speelt natuurlijk wat anders mee ook. Want als hier veel weerstand is en het gaat niet door, dan heb je natuurlijk ook een soort domino-effect dat het elders hetzelfde is. Dus er hing wel veel vanaf. Dus vandaar dat we er ook zo fors op ingezet hebben. Dus ja. En al die voorgesprekken hebben gevoerd om dat aan te kunnen voelen. Ja, ja precies. Ja. Leuk, dankjewel. Nou dag en informatie. Ja, precies. We gaan richting een afronding. Ja.
Leuk, ik ben blij dat jullie de presentaties wilden geven. Gijs, René, Monique en Gijs, dank jullie wel daarvoor. Presentaties worden gedeeld, hè? Dat was, presentaties worden ook gedeeld, inderdaad. Ja, en uiteindelijk hebben we ook een opname gemaakt. Dat moeten we nog even kijken hoe we dat precies delen met jullie. Maar het kan zijn dat we daar ook nog stukjes van delen. Ik wil eigenlijk ook jou, Letitia, heel erg bedanken. Want jij hebt wat inhoud gebracht in de vragen die we gezamenlijk hebben kunnen stellen. Maar inhoudelijk had ik dat lastig gevonden. Dus leuk. Leuk dat je hier aanwezig wilde zijn. Ja, dankjewel. Ook wel heel leuk om in zo'n studio-setting te zitten. Voor ons is het wat lastiger om dan jullie goed in beeld te hebben. Dus dat, daar moest ik even aan wennen. En de chat kunnen we wel zien, maar is wel wat lastiger voor ons. Dus dat, dan weten jullie dat eventjes waarom dat misschien niet heel veelvuldig aan bod kwam. Ik weet niet of er iemand is die zin heeft of de behoefte heeft om ook nog even te reageren, maar dat mag. Dus of steek je handje op of zet gewoon je microfoon aan, dat vind ik wel gezellig. Dan zie ik jullie nog, dan hoor ik jullie nog eens wat. Dus als iemand graag wat in wil brengen, dan doe dat vooral. Nou, volgens mij gaat er niet van... Nee, als niemand het wil. Iedereen tegelijk. Leuk dat jullie dit weer organiseren, Zita. Dankjewel, Mark. Ja, ook leuk om te doen. Ook leuk dat je er weer bij was. Super, ik hoop dat het informatief was. En, dat, en ik zie Agen met een vinger. Agen? Ja, ik denk geweldig moment om te zien dat er zo'n hoge opkomst was. De inhoud zeer interessant, denk ik, in alle opzichten. De sprekers uitstekend, dank daarvoor. En de organisatie, die wil ik toch ook een zeer groot compliment maken. Dus Sita, ook jullie en je crew, Letitia ook. Hartelijk dank. Ik denk dat het een hele goede bijeenkomst was. En de volgende keer zullen we misschien wel moeite hebben om weer zo'n uitdagend onderwerp te vinden. Maar we gaan ervoor. Ja, zo is het. Nou, er zijn genoeg onderwerpen eigenlijk. Ik had er alweer een paar genoteerd voor de volgende keer. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Hey, sprekers. En sprekers en iedereen die aanwezig was, dank jullie wel. En ik zou zeggen, geniet lekker van het avondeten en je gezin weer. En dan tot de volgende keer. Fijne avond. Oké, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond.